talisman. Aangenaam, welkom. Wij gaan jullie vandaag even loodsen door het grondwater heen. Het heet onzichtbaar grondwater of zichtbaar. Nou, na vanmiddag weten jullie allemaal wat zichtbaar is en onzichtbaar. Maar ik ben in ieder geval nog te zien en veel mensen met mij, want we hebben allemaal deskundigen uitgenodigd, daar ben ik niet zo geschikt voor. En jullie treffen, want het is vandaag een fantastische dag voor het grondwater. Ik heb ten eerste naar het geklaag over het droge weer. Heb ik gezegd, nou dan moeten er maar een paar hoosbuien komen, anders zullen we de hele nacht wakker liggen van het onweer. En wat water naar beneden. Nou, daar kwam het. En weet je wat mooi is? Het komt ook nog in de grond terecht. Nou, we gaan het vandaag over hebben, over het grondwater. En als je naar Friesland bekijkt, als je Friesland bekijkt, dan zie je eigenlijk dat Friesland een waterland is. Bij mij voor liggen de singels. En als je het over water hebt, de meren ervaren zo'n 300 miljoen kubieke meter water. Dat is wat. Zullen we weg moeten pompen. Als je kijkt naar het IJsselmeer, ik heb een briefje bij hoor, want ik kan het niet allemaal onthouden. Maar ik denk dan, kan ik ook nog wat zinnigs vertellen. Zo'n 1300 kubieke meter IJsselmeer. 1300 kubieke meter water. Als je kijkt naar de Waddenzee, die is natuurlijk groot. Bijna 4900 kubieke meter water. Wij zijn waterland in Friesland. En weet je wat er onder de grond zit? Weet jullie wat er in de grond zit? Nee, echt niet. Zit er nee? Water. Heel veel grondwater. Bijna 200.000 miljoen kubieke meter. Tjeetje, dat is bijna niet te onthouden. Daarom heb ik weer nog op papier staan. Dat is veel. Dan sta je niet op de stil, dat weet je niet. Want je ziet het eigenlijk niet. Hebben jullie wel eens grondwater gezien? Moet je diep graven hoor. Nou, die deskundigen die nu aan het woord komen vandaag, die hebben wel grondwater gezien. En als we over grondwater hebben, grondwater, wij moeten ervan bestaan. We moeten ervan leven. Het is voor de boeren, het is voor ons drinkwater, het is voor de natuur. Zonder grondwater, niks. Want dan hebben we geen drinkwater meer. Is het helemaal droog. Groeit er niks meer. Harry, het is aan jou. Want Harry, wat was je ook alweer voor een beroep? Geohydroloog of zo, heb ik dat goed gezegd? Wat is dat eigenlijk? Weet jullie wat een geohydroloog is? Af en toe mogen jullie wat zeggen hoor, maar weet jullie wat een geohydroloog is? Ik wist het ook niet, maar Harry weet het wel, want het is zijn beroep. Ik ben het al. Maar geohydroloog, dat zit eigenlijk al gewoon al in de naam. Hydro, dat is het water. En logie betekent dat ik er verstand van heb. En dat gaat over de het stukje van het water wat in de geo zit, dus in de geologie, in de bodem. Dus ik ben grondwaterdeskundige. En, dus ik weet alles van de interactie tussen de bodem en het water. En als we eerst eens naar de Friese bodem kijken, dan valt op de Friese bodem, dat is geen rots. Je hebt in de Alpen en zo heb je van die rotsen en daar kan geen water in. Maar bij Friesland is het allemaal zand, klei, grind, veen. Het zijn allemaal losse deeltjes en tussen die deeltjes zit ruimte. En dan kun je je voorstellen ongeveer. Ik heb hier een vaas met knikkers staan. En dat zijn ook allemaal losse deeltjes. En er zit ruimte tussen. En als het nou gaat regenen, misschien Piet, kun jij voor regen zorgen? Over, ja, dat doe ik dagelijks. Over deze. Hier zit helemaal geen regen meer in. Nee, je moet die andere hebben. Dit is een droge pieper. Nee, hier zit regen in. Hoeveel wil je het hebben? Nou, ongeveer, ja. Gaat maar goed zo, hè? Anders wordt het veel te nat voor de boeren, dan kunnen ze het land niet op. Ja, maar weet je dat we tegenwoordig hoogstbuien hebben van 100 millimeter? Ja, maar... En die waren vroeger nog maar 20. Ja, maar goed, dit is wel... Is wel grondwater. Ja, maar nu is het grondwater gewoon, nu is het geen hoogstbui meer. Oké. Okay. En nu kan ik een meting aan doen. En ik kan dus meten dat die op 27 centimeter boven de onderkant van die vaas zit. En hij zit eigenlijk, staat hij aan het maaiveld zo'n beetje. Dus dit, ik denk dat de natuur hier heel blij mee wordt. Ik heb er te veel in gegooid. Te veel bestaat niet, want dat komt er wel voor. Sommige mensen zijn er juist heel blij mee als ze dat doen. Als we nou hebben over het grondwater, dan gaat het eigenlijk om drie dingen met het grondwater. Het eerste van, zoals we hier zien, van hoe hoog staat het ten opzichte van maaiveld met name. De tweede is van hoe beweegt het. En de derde is wat zit erin. Dus is hoe hoog staat het. Van, er zijn boeren die hier dus niet blij van worden. En als de boeren dan
zien dat het hoog staat. Friesland is wel leuk, omdat je kunt twee dingen doen tegen te hoge grondwaterstand. Je kunt de grond verhogen, dat deze de terpe tijd. Maar je kunt ook, zoals nu tegenwoordig meestal in Nederland doen, een slootje eromheen graven. En omdat het water kan stromen, het kan tussen deze korreltjes door, stroomt het, als de boom al vol loopt met al het regenwater, dan komt het hier hoger te staan dan in het sloot. En water zoekt altijd van hoog naar laag en de weg van de minste weerstand. En als je dat weet, dan weet je al de helft van mijn vakgebied. Van hoog naar laag en de weg van de minste weerstand. Zo stroomt het water naar die sloot toe en zo krijgt de boer netjes zijn man droog. En het derde wat we over hebben is van, wat zit er nou in het water? Want nou, het vergt wel ongeveer zo'n filter als hier allemaal blaadjes in hadden gezeten. Dan waren die niet naar het grondwater toe gegaan, maar ze bovenop blijven drijven. En als we zand hebben, dan werkt het gewoon als een heel fijn filter. Maar de stoffen die erin opgelost zijn, die stromen vaak mee. En zo neemt het grondwater stoffen mee, verontreinigingen mee, naar plaatsen waar we ze soms niet willen hebben. Nou, wat er in het grondwater zit, daar gaan we na de pauze over hebben. We gaan nu eerst een filmpje laten zien. Want als het water stroomt, dan moeten er dus allemaal drukverschillen zijn in de bodem. En het grondwater is niet alleen het bovenste stukje, maar het is het hele lichaam tot 200 meter diep. Met zandlagen, met kleilagen, waar Vitens ook nog aan gaat pompen om drinkwater van te winnen. Dus dat water gaat bewegen, er ontstaan drukverschillen in de bodem. En die willen we graag meten, want dan kunnen we ongeveer uitrekenen waar het water naartoe gaat, waar het vandaan komt. En daar hebben we een filmpje over. Misschien heeft u wel eens dit soort kokers langs de kant van de weg of in het veld zien staan. En misschien heeft u zich ook wel eens afgevraagd waar deze kokers voor dienen. Ik zal u het raadsel verklappen. Het zijn grondwatermeetpunten. De provincie Friesland beheert zo'n 400 van dit soort grondwatermeetpunten in onze provincie. En als ik het deksel optil, dan zien we een drietal buizen. Bij dit grondwatermeetpunt wordt op drie verschillende dieptes de grondwaterdruk gemeten. Op 20 meter, op 30 meter en op 50 meter. Niet altijd zijn grondwatermeetpunten zo makkelijk te vinden als op de vorige locatie. Soms zitten ze verstopt, zoals hier tussen de koeien onder een straatpot. Ik zal het u laten zien. Op deze locatie wordt ook op drie verschillende dieptes de grondwaterstand gemeten. Op 5 meter diepte, op 20 meter diepte en maar liefst op 80 meter diepte. Door op verschillende dieptes de grondwaterstand te meten, kunnen we onderzoeken of het grondwater de neiging heeft om naar boven te stromen, dat noemen we dan kwel, of het grondwater naar beneden wil stromen naar het diepere grondwater, dat noemen we dan inzijging. Ik ga nu eerst de ondiepe grondwaterstand meten op een diepte van 5 meter. Je hoort het grondwater nu. Het tikken van het klokje geeft aan dat ik het grondwater heb bereikt. 82 centimeter. Ik schroef nu de dop los van de pijlbuis op 20 meter diepte. En dan meet ik de grondwaterstand. Ik meet hier een grondwaterstand van 75 centimeter. Dus dat betekent dat de grondwaterstand hier 7 centimeter hoger staat dan in die andere buis, van die 82 centimeter was. Dus dat betekent dat de druk op 20 meter diepte hoger is dan de druk op 5 meter diepte. Deze polder bevindt zich ongeveer 2 meter onder zeeniveau. Dus 2 meter onder normaal Amsterdams pijl, afgekort NAP. Regionaal gezien ligt deze polder dus behoorlijk diep ten opzichte van de omgeving. Doordat de druk van het diepe grondwater groter is dan de druk van het grondwater in deze polder, heeft het grondwater, de diepe grondwater, de neiging om naar boven te stromen. Als ik nou het dekseltje van de diepe meetpunt van 80 meter diepte losschroef, gaat het water stroomt automatisch hier naar boven toe. Ik zal het demonstreren. U ziet dat het water automatisch naar boven begint te stromen. Dat komt omdat de druk op het diepe grondwater groter is dan de grondwaterdruk hier in de polder. Gelukkig zitten er in de ondergrond moeilijk doorlaatbare kleilagen, waardoor het grondwater minder makkelijk naar boven stroomt. Anders
zouden we in deze polder veel grondwateroverlast hebben. Voorheen werd door de provincie Friesland de grondwaterstand gemeten met behulp van dit soort pijlklokjes. Rond de 14e en 28e van de maand werd de grondwaterstand gemeten. Dat leverde per jaar zo'n 24 waarnemingen op. Tegenwoordig meten we met behulp van dit soort automatische dataloggers. Deze dataloggers kunnen zo vaak je maar wilt de grondwaterstand opmeten, desnoods elke uur. Maar meestal volstaat gewoon één keer per dag. Dit is een online grondwatermeetpunt. Op deze locatie worden elke dag de grondwaterstand gemeten. Met behulp van een telefoonverbinding wordt de gemeten grondwaterstand doorgestuurd naar de hoofdcomputer van het waterschap. En op deze manier kunnen de grondwaterstanden worden geraadpleegd via internet. Geen grondwater wil hebben en een buurman wel, dan is het niet best.
Sietske. Wie? Ik dacht, weet je wat, ik onthoud die vraag dan niet, maar waarom heeft de provincie deelgenomen aan dit project? Ik krijg er niet van bij hoor. Want Harry neemt alles gewoon mee. De zaal is het zelf al een beetje. Kroewetten is een verwulligens van de provincie Friesland. Wij kinderen juridisch hoor en daarbij ik praktisch. Van hoe zit het voor de kwaliteit en hoeveel niet. En dat kind alleen maar in goed op haar bordje mooi wetterskip. En we zeggen dat er alles wat te min bewust wijzen weer van het belang van kroewetten. Is daarom dat de provincie dit zou dichter vinden? Absoluut. En het is wel bijzonder om te zien hoe het zelf in die gewone leven, ik al in die stad stierst van wetter en groenwetter. Ach, dat zal ik eens aan normaal, dat geeft nooit wat mis. Om natuurlijk, ja, het is net technisch een groenwetter, maar het komt er wel bij, Vlindwieken in Makkum het wetter weer uitlaai. We gingen niet meer druk meer op de wetterleiding. Hadden jullie geen water in Makkum? Nee, we hier. Hele eind van meer ligt daar. Ja, dus maar op dit nou niet te douchen, maar snel op dit tijdstip. En dan merkst hij niet van, oh, ik kan een koffie zetten, ik kan net douchen. Heb ik nog ergens in die wetterkoker wat wetter zit, ben ik nog maar toskepoetsen kind. En dan wist er even heel bewust van hoe wichtig wetter is, hoe vaak als het proekst, hoe mooi het is, het skin is, dat het er is. Het verhist gewoon. U zei dan. Ja, jij bent dan de in ieder geval, nee, Jan is verantwoordelijk. Jan is de bestuurder, toch Jan? Jan Verweber, jij bent de bestuurder van het waterschap, of heb ik dat mis? Ik ben inderdaad bestuurder van het waterschap, jazeker. Daar, en als je kijkt naar het wetterschip, waarom hebben jullie meegewerkt aan het online zetten van die site? Dat kan niet zijn. Wij zijn als wetterschip en provincie gezamenlijk verantwoordelijk voor het grondwater. En dat was voor ons ook de reden om eraan mee te werken, om ervoor te zorgen dat grondwater, dat niveaus van grondwater, dat we die via een systeem online krijgen, via het telemetrie systeem. Dus ik kan het gewoon zien waar gemeten wordt en dat soort dingen? Ja hoor, vanaf heden kan iedereen thuis op de computer, die kan op een aantal punten in Friesland zien hoe hoog het grondwater staat. En wat mooi is natuurlijk, dat je dat niet één keer doet, maar dat je dat afhankelijk van je interesse, maar dat je dat regelmatig doet, zodat je ook de grondwaterniveaus kunt volgen. Dus als ik een lading buien naar beneden laat vallen, dan op regen, dan kan ik het zien. Dan kan ik zien. Dan kun je het terugzien op de computer, op een meetpunt, of heb ik dat mis? Dat kun je inderdaad zien op de meetpunten. Zie je, daarom hebben wij die 8 meetpunten die we nu online hebben die ook op verschillende plekken staan en afhankelijk van de grondsoort. Want je kunt je voorstellen, kijk het ook naar de knikkers, dat op de ene grondsoort zakt het water sneller naar het grondwater dan op de andere. Zeg maar, en dat is afhankelijk van veengrond, van kleigrond of van zandgrond. Het een zakt sneller dan. Jullie hebben dus bewust een selectie gemaakt? Er is heel bewust een selectie, want die informatie moet ook iets voorstellen. Kijk, want je meet dat op die verschillende grondsoorten, maar dat heeft ook duidelijk een doel. Want je wilt graag ook landbouw voorzien van goede informatie over die grondwaterstand, maar ook de natuur, want de natuur is ook gebaat vaak bij hoge grondwaterstanden. En zo krijgen we een boel informatie over die grondwaterstanden. Naar de toekomst, hoeveel meetpunten komen er nog bij op die site? Want die gaan we toch uitbreiden, neem ik aan. Een beetje. Ja. Nou, het is heel leuk dat je dat vraagt. We hebben op dit moment staan er 8 punten online, maar we hebben als provincie en als wetterschip hebben we wel een 750 plaatsen waar we het grondwater meten. Zeg maar de hoogte van het grondwater en ook kwaliteit. En afhankelijk van ook interesse van de mensen in Friesland, zouden we dus meer van die punten online kunnen zetten. Dus nu 8, maar we meten 750. En die 750 kunnen mensen opvragen. Maar het is afhankelijk van de interesse en het vergt ook een investering om die meetpunten online te zetten. Nou, moeten we even zien hoe we daarmee omgaan. Oké, nou, jullie bedankt. Gedeputeerde en de bestuurder. Oh, ik krijg het weer niks van. We gaan naar de provincie. We blijven bij de provincie. Want Johan Medeblik, die gaat ons vertellen, volgens mij, wat kunnen we met die site? En hoe ziet het eruit? En hoe leuk is het? Ja, toch? Ja, alsjeblieft. Dankjewel, Piet. Ja, mijn naam is Johan Medeblik, ik ben van de provincie Friesland. Ik heb
meegewerkt aan dit project om de groep die 8 grondwatermeetpunten zeg maar online te krijgen op de webpagina van het Wetenschap Friesland. Dat is de webpagina die ik hier achter, die jullie hier achter mij zien. Dan zien we daar een kaart van Friesland. En we zien daar dus de verschillende grondsoorten. We zien daar dus aan de rechterkant de gele kleur, dat is het zand. In het midden zien we de paarse, roze kleur, dat is het veen. Dan de groene kleur, dat is de kleigebied, de zeeklei is dat. En dan hebben we daarboven nog de Waddeneilanden. En je ziet overal zien jullie stipjes staan. En ik wil graag van jullie weten, welk punt gaan we bekijken? Roept u maar. We hebben niet tijd om allemaal te bekijken, dus we moeten 2 meetpunten bekijken. Dus jullie moeten het. Welke? De kleine wielen. Dus de kleine wielen is dat. Ja, kunnen jullie wel aanklikken. Ja, daar komt hij aan. Wat we hier dus, eerst misschien iets over het meetpunt zelf. We hebben dus, wat Jan van Weeper ook al zei, een selectie gemaakt van verschillende grondsoorten, maar ook van verschillende functies. Natuurfunctie, landbouwfunctie en in dit geval, dit gebied, Kleine Wielen, dat weten jullie, dat is een recreatiefunctie, heeft dat gebied. Dus we hebben ook een gebied uitgekozen met een recreatiefunctie. We zien hier de grondwaterstand vanaf zeg maar april, zo'n beetje vorig jaar, zie je de grondwaterstand. En wat direct opvalt, is dat die grondwaterstand niet het hele jaar door hetzelfde is. Wat je dus ziet is dat vanaf april, zeg maar 2016, juli, zakt die steeds dieper weg. Toen kregen we september, die hele droge maand, die hittegolf. Misschien herinneren jullie dat nog. Zelf lag ik nog in september in de Noordzee te zwemmen. Zo mooi weer was het toen. En dan zakt de grondwaterstand flink onderuit. Dus wat Pieter allemaal met het weer en zo, dat heeft allemaal direct invloed op die grondwaterstand. En achterin vooral zie je dat het vanaf november weer begint te regenen, en dan klimt de grondwaterstand weer omhoog. En tot in de, zeg maar zo'n beetje maart, het wordt een hele natte maand, toen klom het helemaal omhoog. En dat is de blauwe lijnen, en dan op een gegeven moment gaat het weer zakken, het wordt voorjaar. En dat is wat je dus nu ziet met die blauwe lijn. En je kunt dus ook zien, en dat zie je, hoe ver dus die grondwaterstand is ten opzichte van het maaiveld, van het land. Dat is namelijk de groene kleur, dat is die groene streep, is dat. En je ziet dus dat het maaiveld, het land, dat zit dus zo'n beetje op een, nou zeg maar afgerond een 90 centimeter onder NAP, onder zeeniveau, 90 centimeter. En de grondwaterstand, die zat dus gisteravond om 10 uur, toen is hij van het laatste lot, dat kan ik hier vanaf deze afstand bekijken, op 12 mei, gisteravond dus, is hij voor het laatst, heeft hij dus een waarneming doorgegeven aan de computer. En toen stond de grondwaterstand op -1,48. Dus dat is zo'n beetje een meter onder het maaiveld. Dus als je met een schep in de grond gaat en je gaat een meter diep graven, dan kom je op het grondwater. Nee? Nou, dan kunnen we nog één. Hebben we nog tijd voor eentje nog? Eén grondwaterstand. Terschelling. Oké. Okay. We gaan naar Terschelling en dan kun je kiezen. Zie je 2 puntjes in Terschelling. Die meten daar dus in de duinen, in een duinvallei. Natuurgebied en we meten daar in de polder. Welke willen jullie bekijken? De polder Terschelling. Oké, okay. Nou hier zie je weer hetzelfde. Hier wordt maar op 1 punt wordt hier gemeten. Op sommige punten wordt met 2 verschillende filters gemeten. Ook diepere water wordt gemeten. Op dit punt wordt met 1 filter gemeten. Ik kan jullie ook even vertellen hoeveel dat dan is. Even kijken. Op 2,5 meter diepte wordt hier de grondwaterstand gemeten. Het grondwatermeetpunt zelf bevindt zich op, even kijken, op nou zeg maar zo'n beetje 65 centimeter boven NAP, dus boven zeeniveau. Dus die polder ligt boven zeeniveau hier. En dus dat is die groene kleur. En die blijft altijd stabiel, dat blijft hetzelfde, het land. Tenminste hier wel. En dan heb je het ondiepe grondwater, dat bevindt zich op 0,13. Dus dat is zeg maar zo'n beetje 50 centimeter onder het land. En wat ook direct opvalt, is dat deze grondwaterstand vrij stabiel is. Als je die vorige had, die ging heel diep uitzakken en dan ging die weer omhoog. Deze blijft vrij stabiel en dat komt omdat die heel dicht tegen het duinmassief aan zit van Terschelling. Die duinen van Terschelling die zorgen voor een bepaalde druk in de ondergrond, waardoor die grondwaterstand niet heel diep onderuit zakt. En als je ook kijkt naar het afgelopen jaar, we gaan even terug naar april 2016 zo'n beetje. En als je dan die lijn doortrekt, dan zakt die nooit dieper weg
dan zo'n beetje, nou zeg maar 0,1 meter boven de NAP. En dus hij blijft altijd maximaal zo'n 50 centimeter onder het maaiveld. En veel dieper zakt hij niet. En die andere die ging toch zeker nog een meter onderuit. Dus de grondwaterstand van Friesland bestaat niet, hè? Want het is op elk plek is het weer anders. Het is maar net waar je zit. Zit je aan de kant, zit je in de randen van de duinen, zit je midden in de duinen, zit je in het veen of zit je op de klei, overal verschilt dat dus. Maar hier kun je dus wel een beetje een beeld krijgen van hoe de grondwaterstand op verschillende plekken, bij verschillende grondsoorten, bij verschillende functies zich gedraagt. Nog één vraag. Ja. Ja. Het is goed dat het waterschap steeds probeert om de grondwaterstand te optimaliseren. En zijn dan die verschillen eigenlijk te verklaren omdat het waterschap daar net niet lukt? Of is hij niet bewust? Nee, dat is een heel goede vraag. Want je probeert als waterschap, zeg maar, met de pijlen in de sloten, probeert grondwater te beïnvloeden. Maar in de mate waarin je dat lukt, hè, in de zomer op een gegeven moment, als de verdamping toeneemt en er komt minder neerslag, dan gaat die grondwaterstand die gaat gewoon onderuit. En dan kun je het pijlen in de sloten misschien al iets hoger zetten om nog wat tegendruk te creëren. Maar op een gegeven moment wint die verdamping er toch. En dan gaan die gewassen die gebruiken water en dan gaat het gewoon onderuit. Dus je probeert het zo goed mogelijk te sturen, maar je hebt het dus niet altijd in de hand wat dat betreft. Nee. Johan, had jij nog meer te vertellen? Nee, volgens mij is het ook niet. Ja, maar we hadden over het wetenschip en we krijgen Jan van Rijn van het wetenschip. En die gaat een fantastisch verhaal halen over grondwater, of niet, Jan? En Jan, wat doe je bij het wetenschip? Ik ben daar samen met wat collega's vooral verantwoordelijk voor het voldoende water. Zorgen dat er niet te veel en niet te weinig water is. Dus jij zorgt ervoor dat alles een beetje op peil blijft? Ja, en ik zorg wel voor de toevoer van mij. Ja, als jij maar goed je best blijft doen, dan kunnen wij ook werken. Ik laat het lekker naar jou over. Dankjewel. Wetenschip en het belang van grondwater in ons werk. Wat ik al zei, werkzaam voor het waterschap in Friesland. Voldoende water betekent niet te veel en niet te weinig. Te veel, dat pompen we af naar de zee. En als we te weinig water constateren, dan vullen we dat aan met water uit het IJsselmeer. Dit is het plaatje waar Johan net al een klein voorschot op nam. Duidelijk is dat we het grondwater, de grondwaterstand, die kunnen wij slechts indirect beïnvloeden door het beheer, pijlbeheer in de sloten. Iedereen kent het wetenschip van dat oppervlaktewatersysteem, het zichtbare water, maar dat onzichtbare water, dat grondwater, die grondwaterstanden, die bepalen feitelijk hoe goed wij de functie bedienen, de functie landbouw. Als de grondwaterstand hoog komt, dan verrotten de aardappels of de boeren kunnen het gras niet op, het land niet op. Is het te droog, dan wil het gras niet groeien en hebben de koeien niks te vreten. Maar ook voor de functie bediening natuur, zeldzame plantjes vragen hoge grondwaterstanden. Houten paalkoppen onder woningen, met name ook hier in Friesland nog veel aanwezig, ja, die moeten in het water blijven, want anders dan kunnen ze gaan verrotten. Dus ook voor de functiebediening wonen. En ik heb zelfs gemerkt dat ook de recreatie een belang heeft bij datzelfde grondwater. Het zwembad in Tienje pompt grondwater op van 50 meter diepte, want dat is een goede kwaliteit om in te kunnen zwemmen. En vervolgens kunnen dan de inwoners van Tienje en de omgeving daar mooi gebruik van maken. Zoals gezegd, Wetenschap Friesland beïnvloedt die grondwaterstand via het slootpeil. Dat doen we in de zomerperiode, dat doen we in de winterperiode. De bovenste is een plaatje voor de winterperiode en in de zomerperiode treedt op wat Johan ook al zei. Dan wint de verdamping het feitelijk van de neerslag van Piet. We moeten daarbij inderdaad rekening houden met een beetje opbolling in de bodem. Dat is afhankelijk van zand en klei en veen. Elk grondsoort heeft weer zijn eigen opbolling. Nogmaals, iedereen ziet dat wij heel goed in staat zijn om dat oppervlaktewater te beheren en te beheersen, bijna tot op de centimeter nauwkeurig. Maar met het grondwater is dat wat lastiger en afhankelijk van meer variabelen. Wij hebben als wetenschap een aantal grondwatertaken die zijn vastgelegd in de wet. Die grondwatertaken die bestaan uit het online
of in ieder geval is nu gepresenteerd online, maar het bijhouden van een heel meetnet aan grondwaterpunten. Wij verlenen ook vergunningen en wij registreren ook meldingen voor grondwateronttrekkingen. Dat is voor de permanente onttrekkingen, dus voor beregeningsputten, putten voor veedrenking, maar ook voor tijdelijke onttrekkingen, zoals bronering, om een bouwput droog te kunnen houden. Het totaal aan onttrekkingen wat we op deze manier reguleren, bedraagt per jaar 14 miljoen kuub. Piet heeft daar straks wat cijfers genoemd, onthoud er even dit getal, 14 miljoen kuub per jaar. Dus alle kleine beetjes bij elkaar betekent toch een hele plas water. Dat betreft onder andere 200 veedringputten en 50 beregeningsputten. Daarnaast zijn we inderdaad verantwoordelijk voor het peilbeheer en daarmee voor de grondwaterstanden. En we zijn samen met de provincie verantwoordelijk voor de wettelijke taak voor de grondwaterlichamen zoals die in de kaderrichtlijn water is opgeschreven. En dat betreft een verantwoordelijkheid voor zowel kwaliteit van het grondwater als de hoeveelheid, de kwantiteit. Wat ik al zei, wij hebben een heel stelsel in Friesland van sloten, gemalen, pijlvakken, stuwtjes, een heel uitgebreid boezemstelsel om dat water, dat oppervlaktewater, verantwoord weg te kunnen voeren. Op dit plaatje is dat zichtbaar door het zeer intensieve patroon van de pijlvakken die we daarbij in Friesland hanteren om maar zo nauwkeurig mogelijk die grondwaterstand te sturen. Maar dit plaatje heeft een tweede betekenis, namelijk die twee sterren die erop staan. De ene, de meest linkse rode ster, dat is de locatie Tienje. Als een waterdruppel daar valt, die regendruppel, als die daar valt, dan doet hij er 1,5 tot 2 weken over om via drainage, een poldersloot, een gemaal en de boezem uiteindelijk in de Waddenzee te komen. Als die waterdruppel bij Appelscha valt, dat is het meest linkse, sorry, het meest rechtse sterretje, dan doet hij er via de beek en wederom de boezem, doet hij er in totaal 3 weken over. Je zou dat als een vrij hoge snelheid kunnen bestempelen, zeker als je dat vergelijkt met het grondwater. Daar hebben we hier een doorsnede van. De ondergrond in Friesland, dat heeft Harry al ook verteld, die bestaat uit lagen goed doorlatende grond, maar ook slecht doorlatende lagen. Als een regendruppel valt, dan komt hij in dat eerste phreatische grondwater, heet dat met een duur woord, terecht. En is dan binnen enkele dagen of een paar weken, misschien een jaar, is die in de beek en wordt die dan via de beek afgevoerd. Komt die de regendruppel echter door gaten in de keileemlaag in het tweede watervoerende pakket, dan kan die een verblijftijd, een reistijd in dat diepere grondwater van honderden tot soms wel 1 of 2000 jaar. Voordat die weer op een andere plek in het systeem, in het oppervlaktewater uitkomt. Dus daar waar je het oppervlaktewatersysteem als redelijk snel wegwatersysteem kunt bestempelen, kun je het grondwatersysteem typeren als een traag systeem. In het waterbeheer hanteren wij deze trits met deze plaatjes zichtbaar gemaakt. Dat is vasthouden, bergen en afvoeren. Nou, voor het oppervlaktewatersysteem kent u dat van Wetenschap Friesland, maar dat willen en kunnen we ook voor het grondwatersysteem doorvoeren. Want daar waar vasthouden betekent ook dat je het water eigenlijk de gelegenheid geeft om tussen die zanddeeltjes naar de ondergrond te geraken. Daar vormt het dan langzaam maar zeker een grote zoetwatervoorraad. En die zoetwatervoorraad is weer van belang voor al die verschillende functies waar we het net over hadden. Uit die zoetwatervoorraad, dat leidt tot hogere grondwaterstanden. Dat water komt ten goede aan de natuur, bijvoorbeeld in de beekdalen of op de flanken, via wat dan opkwellend grondwater wordt genoemd. En het komt ten goede aan de landbouw. Maar, zoals al gezegd, dan moet die regendruppel wel de tijd krijgen, de gelegenheid krijgen om in de grond te komen. In die diepere lagen. Dan enkele waterweetjes, gewoon even om het belang van water, wat met name grondwater, wat nader te duiden. Eerst even een
referentiegetalletje. Vitens pompt 48 miljoen kub per jaar op om u allen hier in Friesland van een goede kwaliteit drinkwater te voorzien. Dat is de referentie. Vervolgens komt de vraag van, maar dat is puur een weetje, hoeveel water drinkt nu een melkkoe per dag? En dan wordt het al vrij snel stil. We hebben daar, ik heb het ook aan Jan van Weber gevraagd, en die kwam met een passend antwoord. 150 liter water drinkt een melkkoe per etmaal. Maar als je dat nou alle dagen per jaar en alle koeien in Friesland bij elkaar optelt, dan verbruiken de melkkoeien op jaarbasis 15 miljoen kub. En dat is niet alleen maar grondwater, maar voor een deel wel. En voor een deel is dat water wat uit de sloten wordt opgepompt met weidepompjes en met ondiepe putjes voor de veedrinking. Maar dat is ook grondwater. Een andere vraag is een volwassen populierenboom. Hoeveel water verbruikt een volwassen populier per dag? Ja, op seizoen? Als de blaadjes aan zitten. dat komt neer op 1500 liter per dag. Als je dat omslaat naar een aantal dagen per groeiseizoen en een aantal van 400 bomen per hectare, dan verbruikt een hectare populierenbos 90.000 kub grondwater per groeiseizoen. En datzelfde kun je gaan vragen voor mais. Eén maisplantje per groeiseizoen verbruikt, even omslaan, 200 liter per groeiseizoen. Dan staan er 80.000 op een hectare. Dat leidt tot een verbruik van 16.000 kub per hectare per groeiseizoen. Met andere woorden, dat zijn aardige hoeveelheden om aan te geven hoe groot het belang is van grondwater voor de functiebediening. Dan ga ik nog één bijzonder plaatje laten zien. Het is niet zo bijzonder, maar in de blauwe cirkel ligt de polder van het vierde en het vijfde veendistrict. Het rode blokje, dat is het gemaal wat wij als wetterskip daar hebben staan om in die polder goed voor de functiebediening zorg te dragen. Dat gemaal heet de Fjallerkrieten. En ik heb dit plaatje eruit in opgenomen om te laten zien dat wij met ons oppervlaktewaterbeheer ook een invloed uitoefenen op dat grondwater en met name op het diepere grondwater. Dit bemalingsgebied is dik 6000 hectare groot en de berekeningen aan de draaiuren en de capaciteit van het gemaal laten zien dat wij 40 miljoen kub per jaar met dat gemaal de Fjallerkrieten uitmalen. Dat is 40 miljoen kub, waarvan een inschatting is dat dat 10 à 15 miljoen kub grondwater is. Wat wij dus via de ondergrond mee optrekken en via de sloten en het gemaal in de Friese boezem brengen. En dat is in principe hartstikke mooi en zuiver grondwater, wat ook geschikt zou zijn om misschien drinkwater van te maken. Maar doordat wij het oppompen en naar de zee, ja, dan zijn we die schaarse waardevolle stof zijn we eigenlijk kwijt. Ik kom tot een afronding. Het is mijn zorg dat we wel goed moeten blijven kijken naar de ontwikkeling van die zoetwatervoorraden in de ondergrond onder Friesland. En die zorg die kun je ook uitdrukken in dat we er zuinig op moeten zijn. Nou, hoe kunnen we daar zuinig op zijn? We kunnen zuinig zijn door zo min mogelijk water te gebruiken van die goede kwaliteit. Dus niet elke vrijdagavond de auto wassen, Piet, met drinkwaterkwaliteit. Ja, ik doe twee keer werk, want ik zit er altijd onder. De muggen en zo. Ja, jij op de auto. De auto. Ik zit erin. Een tweede mogelijkheid zou zijn om toch meer van dat oppervlaktewater te gebruiken voor functies waar dat voor kan. Dus voor eventueel industriewater, koelwater en zeker voor de zoetwatervoorziening in de landbouw. We zouden juist de regendruppel, meer kans moeten geven, meer in de gelegenheid moeten brengen om te infiltreren in die ondergrond. Dus niet meteen via die snelweg naar de zee, maar geef hem nou even de tijd en de ruimte om te bedenken wat hij wil. En dan gaat hij, zeker in onze Friese zandgronden, gaat hij naar beneden.
en niet naar de zee. En als laatste, we zouden daarbij ook ons watersysteem, de afvoer, snelweg watersysteem, wat moeten vertragen. Een rustiger tempo geven, zorgt er ook voor dat we een appeltje voor de dorst gaan krijgen. Dat als straks het klimaat zorgt voor lange, droge periodes, dat we dan in het gebied ook nog wat water hebben en dat we niet meteen uit het diepere grondwater op moeten gaan pompen. Tot zover. Fantastisch. Toch? Grondwater. Ja, grondwater. Wetterschip en grondwater. Wetterschip en grondwater. We hebben het wetterschip gehad, we hebben de provincie gehad. Weet je wat er nu komt? Ik ook niet, wacht gewoon af. Helemaal los. Blijft een fijne troezem achter.
hebben wetterschip gehad, we hebben de mensen van de provincie gehad. Dan moeten we ook degene nog hebben die eigenlijk al dat water door ons toe brengt. Of niet? We gaan het hebben over de gastenvitens. Gerben, kort. Gerben, wat doe jij de vitens? Zorg jij ervoor dat ik dat drinkwater kan halen? Bij vitens leveren wij het drinkwater. Dat produceren wij en dat brengen wij bij u thuis. En ik hoorde net al wat voorgangers over van het waterschap. Wij krijgen wel eens telefoontjes van, het water in mijn sloot staat te hoog, daar gaan wij niet over. Zoals omgekeerd wordt er wel eens geroepen van, we krijgen telefoontjes bij het waterschap. Er komt geen bruin water uit mijn kraan, daar zijn wij dan weer wel van. Daar zit een verschil, drinkwater. Ik mag wat vertellen over vitens. Drinkwaterbedrijf, het waterleidingbedrijf. Ik heb een paar plaatjes uit de oude doos meegenomen. Wanneer begon dat? Vroeger in 1888 is het eerste waterleidingbedrijf ontstaan. Het is beetje bij beetje gegroeid. Dan ontstonden uiteindelijk ongeveer 150 kleine drinkwaterbedrijfjes in Nederland. Uiteindelijk, na vele fusies, zijn we nu in Nederland nog met ongeveer 10 drinkwaterbedrijven over. Waarvan vitens de grootste is. Vitens levert aan ongeveer 1/3 van Nederland drinkwater. Ik heb hier in het donkerblauw zit in het gebied waar wij zitten, Friesland, een klein stukje Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht en een heel klein stukje Noord-Holland. Wij zijn dus één, de andere gebieden worden door 9 andere drinkwaterbedrijven. Die krijgen het drinkwater van andere bedrijven. Zoals gezegd, wij leveren schoon drinkwater bij u uit de kraan. Ik denk dat niemand van u er ooit 's morgens over nadenkt als we opstaan en een glas drinkwater nemen van hey, kan ik dit nu wel drinken? Bij ons wordt dus ook wel eens gezegd, wij verkopen het vertrouwen in schoon en gezond drinkwater. Nou, dat is onze opgave om dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u te verzorgen. En hoeveel drinkwater is dat dan? In Nederland, 330 miljoen kuub drinkwater voor heel Nederland. Ik zeg het verkeerd, voor ons, waar wij drinkwater leveren. Dus 1/3 van Nederland is 330 miljoen kuub drinkwater. Het zijn per dag ongeveer 330 Olympische zwembaden vol. Nou denkt u van, ik zit hier in Friesland, hoe zit het daar dan? 48 miljoen kuub, hij werd net al even genoemd. Dus per dag 48 zwembaden aan water wat uit de grond gehaald wordt. Hoe ziet dat er dan nou uit? Want vroeger, zoals u ziet in het linksonder het grafietje, 1944, werd er veel minder water verbruikt. Op een of andere manier is dat toegenomen. En dat betekent dus voor ons ook elke keer weer een uitdaging om te zorgen dat er voldoende drinkwater is. Voldoende ook schoon, betrouwbaar drinkwater. Zoals u ziet kunnen we in Friesland, halen we bijna al het water wat in Friesland aan de klanten geleverd wordt, komt hier uit de grond. Daarnaast zie je dat het door over verschillende partijen verdeeld wordt waar het drinkwater heen gaat. Rechtsonder ziet u dat aan de bevolking ongeveer 57% van ons drinkwater wat wij produceren gaat naar de burgers zoals u toe. Gebruikt ongeveer, ik hoorde net al even van een koe per dag dronk, dat is ongeveer 150 liter. Mensen in Nederland verbruikt gemiddeld ongeveer 120 liter water per dag. Dus dat is ook best fors. En het is dus ook aan drinkwater, maar ook douchen, de wasmachines. In de jaren 90 is daar al een redelijke verzuiniging opgekomen, want toen ineens alle wasmachines allemaal transities ondergingen waar we veel minder water verbruikten. Maar toch in zijn totaliteit gebruiken we veel water. Daarnaast ziet u ook even dat een deel aan industrie geleverd wordt. En een deel COR, dat staat voor de commerciële kant, agrariërs, recreatie. Dus ook daar gaan we heel veel van om het drinkwater te produceren. Hoe gaat ze dat nou ontwikkelen? Wat ik zeg, er komen zuivelfabrieken bij. Het is voor ons een enorme opgave om te zorgen dat ook die rondom Heerenveen, de fabrieken, ook weer van drinkwater voorzien worden. Ook weer betrouwbaar van drinkwater. Ondanks dat er een bevolkingsprognose een lichte afname is, zijn in ieder geval voor het totaal Friesland voor ons dat de prognoses laten zien dat het drinkwatergebruik nog toe gaat nemen. Het blijft dus een opgave, ook tegen het licht van wat net mijn collega van het Wetterschip al aangaf,
van dat er nou, ook daar een enorme opgave zit, waar ook die bezuiniging nodig is in drinkwatergebruik. En de veestapel is ook voor ons altijd van, hey, wat gaat de veestapel verbruiken? En hoe zit het met de melkquote? Dat heeft voor ons ook invloed. Waar halen wij dat drinkwater vandaan? Want daar zitten wij natuurlijk vandaag ook voor bij elkaar. Vitens haalt drinkwater uit de grond. En we hebben een grondwater als bron. Waarom doen we dat nou? Ik ga voorlezen. De goede constante kwaliteit. Het is gewoon een stabiele kwaliteit. En nog ondergrond daar waar bijvoorbeeld oppervlaktewater heel erg kan wisselen. Het is goed beschermd. Wat ik zei, kwaliteit. Dus bacteriologisch is het van goede kwaliteit. En het is ook nog eens een constante temperatuur. Wat dat betreft, drinkwater uit de grond is 10 graden en het komt ook in 10 graden ongeveer uit de kraan. Dat blijft vrij constant, waardoor we daar geen aparte slagen over hoeven te maken om te zorgen dat er altijd hetzelfde water op dezelfde temperatuur van dezelfde kwaliteit komt. Dat betekent dus voor ons dat het een relatief eenvoudig zuiveringsproces is om het schone grondwater bij u uit de kraan te krijgen. En waar winnen wij dat nou in Friesland? We hebben een heel mooi plaatje. We hebben in Friesland 12 waterwinningen. En die voorzien dus heel Friesland van drinkwater. Bij de eilanden zitten, dat is altijd voor de eilandbewoners, ik weet niet of die er vandaag zijn, maar het is altijd wel interessant, dat een aantal eilanden volledig zelfstandig worden voorzien van drinkwater. Maar Ameland en Terschelling, die redden dat niet. Die hebben onvoldoende zoet water daar, zonder dat het veel effect daar heeft op bijvoorbeeld natuur, landbouw, noem maar op. Dus daar gaan nog zogenaamde badleidingen heen. Ofwel gaat een deel van het water dat op het vasteland geproduceerd wordt, gaat naar de eilanden toe. Dat is wel interessant, want voor ons zijn de eilanden een enorme opgave. Bijvoorbeeld in het waterverbruik Terschelling ziet. Je ziet alle grafiekjes van hoe dat waterverbruik is. En als bijvoorbeeld Oerol is, zie je ineens enorme pieken. Of in de zomer. Nou, daar moeten we altijd weer op anticiperen om te kijken of we dat toch elke keer weer kunnen redden. Om niet de eilandbewoners zonder water te laten zitten. Nou, zoals ik zei, we halen hem dus uit de grond. En daar waar Jan van Rijen van het Waterschemmetal zei van hoe daar het water loopt. Sommig water wat wij uit de grond halen in Friesland is al 20.000 jaar oud. Heel lang onderweg. Dat betekent dat je een druppel water die op het oppervlak valt, dus zo lang onderweg is, waardoor er al een enorme zuiveringsslag is gemaakt. We halen dat dan vervolgens van ongeveer 20. In de landen tussen de 20 en de 200 meter voor Friesland betekent dat ongeveer bijna alle winningen op 60 tot 80 meter diep. En de eilanden zitten nog iets ondieper. Die zitten denk ik op een meter of 30. Even uit mijn hoofd gemiddeld. Dus komt van vrij diep onder de grond vandaan. Toch zuiveren we nog, er wordt altijd een slagafwinning. Het is heel goed water wat we uit de grond halen in Friesland. Maar er wordt altijd een zuiveringsslag op gemaakt, zodat altijd er een verschil is tussen het water wat we uit de grond halen en wat bij u uit de kraan komt, dat altijd betrouwbaar is. In het westen van het land wordt er veel meer gezuiverd, omdat er daar vaak uit is onvoldoende grondwater zonder grote effecten. Dus daar wordt het ook wel uit het oppervlaktewater gehaald. Dus uit de sloten, de grachtenkanalen. En daar wordt dus veel meer op gezuiverd. We zijn hier in Friesland gezegend dat veel minder nodig is. En dus prachtig mooi water geleverd kan worden zonder heel veel zuivering. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Door alle klimaatveranderingen, maar ook door allerlei effecten bovengronds van wat er gebeurt op land, wordt de kwaliteit van het grondwater wordt gewoon, bedreigd klinkt heel zwak, maar we moeten er rekening mee houden dat de grondwaterkwaliteit achteruit kan gaan. In principe de hoeveelheid water is een gesloten systeem, dus alles wat er uit de grond gehaald wordt, komt ooit weer via regen, via sloten, komt het weer in de grond. Alleen de stoffen die in dat water terechtkomen en in de bodem komen, ja, daar zit voor ons wel een enorme zorg. Wat komen wij bijvoorbeeld tegen in het grondwater? Ik heb een paar plaatjes. Vanuit de bemesting gaan stoffen verdwijnen van nitraten, fosfaten. Maar ook gewasbeschermingsmiddelen. Die stromen uiteindelijk door het grondwater. In Friesland, wat ik al zei, is het water dat op het oppervlak terecht komt vrij lang onderweg. Dus dat wordt al behoorlijk gezuiverd door in de bodem zelf. De bodem zelf heeft ook al een zuiverend effect. Maar uiteindelijk komt het toch in die bronnen terecht. Maar ook voor ons zijn bedreigingen, bijvoorbeeld energie,
de nieuwe systemen waarin je dus energie uit de grond probeert te halen. Nou, dan wordt er geboord in de grond waarvan wij zeggen, wees er wel voorzichtig mee wat je in de grond gaat doen om te voorkomen dat je zo meteen niet je bronnen verpest. Medicijnresten, nieuwe stoffen, nou, werd al verteld, komt via riolen, komt dat gewoon in het oppervlaktewater, in het grondwater terecht. Het is met een vergrijzing en een medicijngebruik is het best wel een zorg. Wij zijn uiteraard niet tegen medicijngebruik, dat zullen we ook nooit zijn. Maar er zit een enorme slag achter waarin mensen bewuster kunnen worden van hoe ga je om met medicijnresten. Spoel niet alles door het riool. Mensen denken vaak van dat wordt daar wel uitgezuiverd. Dat is niet zo, dat merken wij gewoon in het grondwater. En een belangrijke is bijvoorbeeld ook ruimteproducten. Bijvoorbeeld mensen denken van makkelijk voor het onkruid. Maar wij merken dat gewoon en wij zeggen, wees daar dus ook bewust van dat dat effect heeft op het grondwater en daarmee op het water wat u uiteindelijk uit uw kraan komt om te drinken. Dus dat is onze belangrijkste uitdaging, maar zoals Piet Paulusma straks al even aangaf, we hebben het voor de pauze over de grondwaterkwantiteit. Dus over die kwaliteit zal na de pauze, ga ik een klein beetje op jou stellen. Maar dus die kwaliteit is voor ons enorm belangrijk, die grondwaterkwaliteit. Wij starten daar ook campagnes voor op in de landen om mensen bewust te laten worden van dat water wat u drinkt op dit moment misschien op 60, 70 meter onder uw voeten uit de grond genageld. En wat u er dus ook zelf aan kan doen om dat grondwater schoon te houden. Om ook niet alleen nu, maar ook voor generaties na ons schoon drinkwater te kunnen blijven. En jullie willen misschien ook wel inpassen. Zijn die mensen die een parkeerkaart hebben, zo'n blauwe zonnekaart hebben, dan daarom pauzeren we ook. Ik heb je nu een kans om de link te zetten. Want anders dan zit jij met de boete en dat wil wij ook niet. Ik wil wel dat je vanavond nog wel een glaasje water gaat drinken. Wat zit trouwens in een glaasje bier? Nou, dat gaan we niet op. Mensen, we gaan even pauzeren. We komen straks gewoon terug. Ja. Maar dan komt het. Want dan ben je 20, dan ben je er absoluut lekker.
Schuiter, maar ik heb nog veel betere tip. We hebben tip voor Sietske. Sietske, en had ik beter nou? Trus die doet het zo. Die laat het haar op de been staan en veegt het even af van de been. Ja. Ja? Dus als je dat even... Want jouw bent die bestaat maar in de laatste koeien, nou? Nou, beste mensen. Tip Sietske. Wij wensen je een hele goede missie toe. Ik zou zo graag willen, want we raken ook een beetje emotioneerd deze dag. Hè? Dat je me beter meedenkt aan het voortbestaan van uw werk. Ja. Nou, want als het opraakt, hebben wij geen werk meer. Nou, kruis. Oké. Okay. Ik dacht, jullie zullen mij gewoon roepen, maar dat is ook weer niet door. Hey mensen, we hebben voor de pauze gehad over... grondwater, we gaan na de pauze hebben over grondwater. Maar we gaan er wel iets anders mee doen, want we gaan eigenlijk kijken van wat gebeurt er nou met het grondwater? Neemt het stofjes mee, waar komen die stofjes terecht? Hoe diep zit het? Op sommige plekken 100 meter diep. Dat is toch wat, als je van 100 meter diep naar boven moet komen, je moet er ook nog een beetje gezuiverd worden. Want eigenlijk is de grond één grote filter, maar filtert het wel genoeg. Maar we gaan het erover hebben. Want deze middag is nog niet om. En we gaan het ook nog over het weer hebben, maar dat kan ik straks niet laten. Ik kom er straks even op terug. Want ik wil straks even vertellen hoe deze zomer wordt. Elk jaar kom ik met een zomervoorspelling. En dat doe ik nu ook. Dat doe ik vanmiddag even, want dat is voor het eerst. Dit jaar. Want het is niet... Het is berekend het jaar zomer. Maar ik doe dat altijd op 1 juni. Andries Zonderkamp. Waar ben je? Jij gaat toch, dan ben ik in de war. Oh, we moeten eerst zulke zien. Andries, ik vind het prima. Wat mij betreft gaan we eerst de filmpjes. Andries, ja. We doen in de provincie Friesland niet alleen onderzoek naar de grondwaterstanden, maar we kijken ook naar de grondwaterkwaliteit. We doen dat zoveel mogelijk samen met andere provincies. Vandaag staan we bij het meetpunt in Warten. De monsters die worden genomen door Jan Willem van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. En Jan Willem, kun je uitleggen wat je vandaag hier gaat doen? Nou, wij pompen het grondwater uit deze buis omhoog. In het grondwater meten we constant de zuurgraad, het geleidingsvermogen, de temperatuur en het zuurstofgehalte. Na verloop van tijd worden deze waarden constant. Deze noteren we dan. En vervolgens nemen we het monster van het grondwater. De monsters die worden door het laboratorium opgehaald. En in het laboratorium geanalyseerd op de samenstelling van het grondwater. Het nemen van een grondwatermonster is een heel precies werkje en moet schoon en netjes uitgevoerd worden. De monsternemer kan bijvoorbeeld geen sinaasappel eten, want dat vinden we later terug in de resultaten. In 2015 is de grondwater onderzocht op ongeveer 450 stoffen. Maar gelukkig hebben we de meeste van die stoffen niet aangetroffen. Het is zo, Andries. Jij gaat het hebben over de kwaliteit. Ja. En natuurlijk. Als wij het water drinken, willen wij weten hoe de kwaliteit is. Maar hoe staat het ermee? Nou, dat ga ik nu iets over vertellen. Ja, maar allereerst even van hoe komen wij aan die grondwaterkwaliteit? We meten aan de grondwaterkwaliteit en daarvoor hebben we meetnetten. Om de 3 jaar meten we de grondwaterkwaliteit in ongeveer 54 meetpunten in Friesland. Die meetpunten zijn verdeeld, dan goed zie je het kaartje waar de meetpunten op staan. We meten niet binnen grondwaterbeschermingsgebieden. Want dat is Vitens die dat doet. Die heeft die taak om daar de grondwaterkwaliteit te meten. We meten de grondwaterkwaliteit op 10 en 15 meter diepte. Nou, een meetpunt, hoe ziet zo'n meetpunt eruit? We hebben vandaag al een paar keer een meetpunt voorbij zien komen. Dit gaat om een grondwaterkwaliteit meetpunt. Boven de grond zie je beschermkoker. En wanneer je die open doet, zie je vaak 3 of meer buizen erin zitten. En die hebben een verschillende lengte. Onder in die buis zijn dan gaatjes geboord waardoor het grondwater door naar binnen kan stromen. En dat water pompen we later op om te bemonsteren. De ondiepe buis heeft vaak een lengte van ongeveer 10 meter. De diepe buis in ons geval voor ons 25 meter. Dus op 10 en 25 meter meten wij de grondwaterkwaliteit. En wanneer je dan zo'n buis, meetbuis, open doet, dan is dit wat je ziet. In dit geval 3 filters van verschillende diepte. En je zegt van, waar controleer je dat grondwater allemaal op? Nou, in Nederland is veel onderzoek uitverricht naar de grondwaterkwaliteit, neem maar oppervlaktewaterkwaliteit. En bij die onderzoeken naar het oppervlaktewater zijn verschillende stofjes aangetroffen.
En van al die onderzoek is gekeken van welke stoffen vinden we daar nu. Die zijn in een lijst gezet. En aan de hand van die lijst, of die lijst is gebruikt voor het bepalen of het onderzoek van de grondwaterkwaliteit. In 2015 is onderzoek verricht. En ook in het filmpje is al aangegeven dat wij 450 van die stoffen hebben onderzocht. Die stoffen die kun je verdelen in vier groepen. De eerste, algemene stoffen. Nou, wat je dan moet denken is aan stikstof, fosfaat, zware metalen, koper, nikkel, cadmium, noem maar op. Fluoride. Bij bestrijdingsmiddelen, daar is ook naar gekeken. Glyfosaat bijvoorbeeld, dat is een werkzame stof in Roundup. Roundup is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Daar is ook naar gekeken. Er is gekeken naar geneesmiddelen, of we die in het grondwater aantreffen. Met geneesmiddelen moet je denken aan spierverslappers of pijnstillers, hormonen, antibiotica, maar ook röntgencontrastvloeistof, daar is naar gekeken. Bij mensen, wij gebruiken de nodige geneesmiddelen, Gerben heeft het ook al even aangehaald. Heel veel van die geneesmiddelen die wij gebruiken, scheiden we eruit, komen in de riolering terecht, gaat via de riolering naar de rioolzuiveringinstallatie. De rioolzuiveringinstallaties zijn er niet op toegerust om die stoffen uit het riool, uit het water te halen, komen dus in het oppervlaktewater terecht en vervolgens vinden wij ze weer in het grondwater. Niet alleen bij mensen, maar ook bij onze landbouwhuisdieren worden geneesmiddelen gebruikt. En ook via de mest komen die weer op het land en weer in het grondwater terecht. Nou, en dan die andere groep waar naar gekeken is, dat zijn de andere milieuvriendelijke stoffen of opkomende stoffen, nieuwe stoffen, hoe je ze maar wil noemen. Maar dat zijn allerhande chemische stoffen die wij dagelijks weg gebruiken. Bijvoorbeeld, wij gebruiken plastics. In plastic zit beekmakers, daar is naar gekeken. Wij gebruiken schuim, polyurethaanschuim. Er zitten vlamverdragende middelen in. Daar is ook naar gekeken. Wat hebben we nog meer? Even kijken hoor. Oh ja, en benzineadditieven. Aan benzine worden ook allerhande stofjes toegevoegd en ook daar is naar gekeken. Nou goed. We hebben dus het grondwater onderzocht op die stoffen. En wat zijn dan de uitkomsten daarvan? Nou, de eerste conclusie, of de algemene conclusie is dat het grondwater in Friesland nog een goede chemische toestand heeft. Zo hebben we dat ook gerapporteerd aan de Europese Commissie. En dit is een uitsnede van het rapport aan de Europese Commissie, waarbij de test chemische toestand alle vakjes groen zijn gekleurd. Op dit moment is het grondwater in Friesland heeft nog een goede chemische toestand. Wel moet ik erbij zeggen dat de normen die de Europese Commissie hanteert een overschrijding toelaten. 80% van de metingen moeten voldoen aan de norm voor die betreffende stof. Maar goed, zoals al gezegd, in 2015 hebben we voor het eerst onderzoek gedaan naar geneesmiddelen en die opkomende stoffen. En omdat die stoffen nog nieuw zijn, zijn er voor heel veel nog geen humaan toxicologische normen vastgesteld. En een humaan toxicologisch wil zeggen voor de mens schadelijk. Om toch de grondwaterkwaliteit te kunnen toetsen, is er een norm, min of meer een algemene norm aangenomen, de signaleringswaarde. En die signaleringswaarde, daar wordt weer een norm bij, 10 microgram per liter is niet veel, dat is een laag norm. Maar goed, dat is de algemene norm waaraan getoetst wordt. En die 10 microgram, die signaleringswaarde, daarvan wordt algemeen gesteld dat wanneer die stof in een concentratie lager dan een 10 microgram in het grondwater zit, die nog met een eenvoudige natuurlijke zuivering uit het water te halen is. Dat is op dit moment wat nog aangenomen wordt. Ga je dan toetsen de resultaten aan de normen, wat vinden we dan? We vinden in ons grondwater geneesmiddelen. Ze zijn niet in hoge concentraties, maar in sporen, maar wel in 17% van de metingen. Dan een opmerkelijk stofje wat we tegenkomen, dat is EDTA. Ethyleendiamine tetraazijnzuur. Dat is een stofje die we heel veel gebruiken. Die ook heel veel tegenkomen. Waar zitten die dan in? Het zit bijvoorbeeld in wasmiddelen, als fosfaatvervanger. Het zit in cosmetica. Het wordt gebruikt in de industrie, de zuivelindustrie. De zuivelindustrie gebruikt het om de leidingen daarmee schoon te
te reinigen. Dat stofje vinden we op 1 op de 3 grondwatermonsters. En dat is ook meteen een stofje die met het onderzoek het meest wordt aangetroffen. We vinden andere milieuvriendelijke stoffen, dan hebben we het over vlamverdragers, weekmakers en benzine. En die vinden we in 13% van de metingen. En dan hebben we nog de bestrijdingsmiddelen en ook de omzettingsproducten ervan die we ook weer aantreffen. Nou, in ons geval in 2015 werd 7 keer weer de bestrijdingsmiddelen aangetroffen. En in 4 punten werden de landelijke normen overschreden. En ook die omzettingsproducten van bestrijdingsmiddelen, want de bestrijdingsmiddelen worden afgebroken, maar ook die restanten ervan die vinden we. En dan werden 6% van de metingen de norm overschreden. Welke conclusie kunnen we hier nou uithalen? Nou, de conclusie van die metingen in 2015 was dat het grondwater in Friesland op die 10 en 15, 25 meter diepte nog een goede chemische toestand heeft. We kunnen ook zeggen dat, stellen dat het grondwater kwetsbaar is voor verontreiniging. Er zijn al meer sprekers die dat hebben aangehaald. De mens is een grote beïnvloeder van de kwaliteit van het grondwater. En op basis van de normen en de waarden die we hebben gevonden, kunnen we durven te stellen dat op dit moment er nog geen gezondheidsrisico's zijn. Maar er is wel een maar. We moeten er wel degelijk om ons grondwater denken. Maar welke stof zit nou het meest in het grondwater? Welke stof kom je het meest tegen? In ons grondwater, bij Friesland en ook de rest eromheen, zout. Dat vinden we heel veel terug in het grondwater. Ik hoef geen zout in het eten. Nee, als je zeewater gebruikt, hoef je geen zout meer te gebruiken. Dus ik zal de aardappelen voortaan kopen met zeewater. Dan weet jij hoe goed ik kan koken, maar over dit verhaal. Ja. Dat betekent over het algemeen dat wij wel redelijk goed grondwater hebben. We in vergelijking met andere provincies hebben wij redelijk goed grondwater. Ja, er zijn andere provincies die meer problemen, meer stoffen vinden dan wij in Friesland. Maar zijn wij dan, als je dat vergelijkt, een van de enige provincies met het zoutprobleem? Ja, er zijn meer provincies. Ik noem het provincie Zeeland. Ja. Ja. Ja, maar hier ligt ook niet van niks aan de kust, toch? Moet af en toe wat zeewater binnenkomen. Hey, dankjewel. Graag gedaan. Of hadden jullie nog een vraag aan Maurice? Ja, ik ben herhalen, want kan iedereen verstaan, dat is... Ja, het stofje. Het stofje wat als fosfaatvervanger in de wasmiddelen zit, in de cosmetica. Ja, maar de zuivering die haalt hij er niet uit. Vliegt er zo doorheen. Maar een 10% van datgene wat er binnenkomt, wat in de zuivering achter moet zijn eruit gehaald. Ja. Ik moet er direct bij zijn. Er is maar een MTR, maximaal toelaatbaar risico. Wat wordt ook een ecologisch, maar toxisch, ja, maximaal toelaatbaar. Dat is zeg maar wanneer er een risico is voor mensen en dieren. Okay. Het ligt op 22 microgram per liter. Ja. En in Friesland wordt die norm niet overschreden. Dus op zich kun je zeggen, valt er mee. Valt er mee. Maar ook we vinden hem ook in 30%, dus in 1 op de 3 grondwatermonsters vinden. Ja. Ik ga nog even naar 1 of 2 vragen. Die meneer daarna doen. Nee, die cijfers, de resultaten uit die onderzoeken, zijn die bekend en kunnen die ook worden ingezien? Jazeker. Ja. Er is een rapportage en nu moet ik u de titel daarvan, die kan ik u op dit moment die heb ik niet opzetten. Maar goed, de resultaten van 2015 zitten in de rapportage gewerkt van Friesland. En op dit moment zijn voor alle provincies, want nee, wij hebben dit onderzoek, het land is dat uitgevoerd, alle provincies hebben dat gedaan. Voor Friesland zijn de resultaten uitgewerkt in de rapportage, die is beschikbaar. Normaal zou dit beschikbaar zijn via de provinciale website, maar op dit moment is de website wat aangepast en lukt het niet om daar te zetten, anders zou ik u daar naartoe verwijzen. Maar goed, die is beschikbaar. De andere provincies hebben gelijk hetzelfde onderzoek gedaan en die resultaten zijn nu gebundeld in het landelijke rapportage en die zitten aan te komen. Het conceptrapport is klaar en ik verwacht eind van deze maand dat rapport ook openbaar wordt van alle cijfers. Oké, okay, dan komt die op een site van de provincie. Die komt op verschillende sites te staan, RIVM of Informatie over Water. Ja. Je hebt nog een vraag, dan stoppen we met vragen, want er komt straks nog genoeg gelegenheid om vragen te stellen. Dit gaat even over het surfen op oppervlaktewater, er vliegen heel veel stoffen, die gaan tussendoor.
En die denken, hé, ik heb een maasje gevonden, dan komen we toch lekker in het oppervlaktewater. Dat is niet gezuiverd, dat gaat vliegt er tussendoor. Je hebt een aantal stoffen genoemd. Ik kan ze niet meer herhalen, want ik heb er geen verstand van. Maar waar het om gaat is, wat betekent dat nou voor het zwemwater? Top. Ja. Als jij daar nou even kort antwoord op geeft. Nou, we hebben hier iemand dus die zich bezighoudt met zwemwaterlocaties en over de controle daarvan. En ik weet niet of die het antwoord wil geven, kan geven op je vraag. Mag dat? Een collega? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Parameters en die zijn E. coli en enterokokken, dus niet op medicijnresten of hormonen of dus heeft te maken met of blauwalgen natuurlijk, dus twee parameters zijn blauwalgen. En men kijkt naar een ketenaanpak, dus het is de vraag inderdaad hoe ga je willen aanpakken, wil je via RWZT's, end of pipe of wil je helemaal via de consumenten, via de producenten. En daar is men nu mee bezig om een gerichte plan van aanpak waar iedereen betrokken is. Dus niet alleen de waterschappen. Oké, we laten het hier bij, want wij moeten. We krijgen straks nog heel veel vragen en natuurlijk kan er van alles gevraagd worden. Want zout zit er heel veel in het water. En Harry, ja, jij bent degene die het zout onderzoekt. Nou, je kan er niets over vertellen. Ik kan niets over vertellen, want het is eigenlijk net als bij Zeeland, daar had je het net al over. Ja. Want, Zeeland en Friesland hebben als grote overeenkomst dat ze grenzen aan de zee. Ja. Het is het eindpunt van de delta. Dus waar het zoete water vanaf de bergen door de beekjes naar de zee stroomt, daar waar het in de zee komt, dat is Friesland. En dat is het is soms zelfs ver het land in geweest, het is soms zelfs heel ver terug geweest. We hebben een ijstijd gehad, nog maar 20.000 jaar geleden. En in die ijstijd waren er zulke grote poolkappen dat het hele Noordzee stond droog. Was het water 120 meter onder NAP. En zo laag heeft de zee gestaan. En toen is die weer omhoog gekomen. En als die overstroomt, dan op een gegeven moment komt het zout in de bodem. Maar het kan ook op andere manieren. Weet iemand van hoeveel zout er eigenlijk in zeewater zit, dus van in de oceaan? Je bedoelt hoeveel gram? Hoeveel gram zout in een liter oceaanwater? Zou het meer dan 1 gram zijn? Wie denkt dat het meer dan 1 gram is? De helft ongeveer. Wie denkt meer dan 10? Is er nog iemand die denkt dat het meer dan 100 is? Nee, het is niet meer dan 100. Die laatste zat iedereen goed. Maar het is 35 gram. En 35 gram, van kun je dat voorstellen? Nou, ik heb het even afgewogen. Dit is 35 gram zout. Dit zit er in de oceaan. De Noordzee is iets, die zit met 25 in. En dat komt omdat de Rijn en de Maas die komen in die Noordzee uit. Dus die verdunnen het een beetje, dat merken we. Maar dit is wat er het oorspronkelijke zeewater wat in de wereld gewoon over de oceaan gaat. En dat is best veel, dat is meer dan lekker is als je aardappels erin kookt. En we hebben ook drinkwater, daar willen we dit dus ook niet in hebben. De boeren willen het ook niet over hun land hebben, want al hun gewassen die groeien er niet zo lekker op. En drinkwater, daarvan hebben we gezegd, van daar mag 150 milligram in een liter zitten. In diezelfde liter. Oké, dat is zoveel. Dat is zoveel. Ik weet niet of de camera aan het kan. Er zit wat in. Ja. Maar dat betekent dus ook dat als je een beetje zeewater hebt, dan kun je heel veel drinkwater mee verknoeien. Je hoeft maar 1 druppel van het spul van het zeewater in het schoonwater, de zoetwater. En zoetwater, we hebben zoutwater en zoetwater. En zoetwater, er zit er geen suiker in, maar er zit er geen zout in. Dat noemen wij het zoetwater. Nu heb ik 2 flessen staan, maar ik ben vergeten etiketten erop te doen. En 1 van de 2, daar zit zoutwater in, zeewaterniveau, en de andere, daar zit zoetwater in. En jij wilt beweren dat ik dat niet kan zien? Nou, ik zie het ook niet, hè? Hoe doe je dat dan? Nou, heeft iemand, de fles mag niet open, je mag niet proeven. Wegen! Nou, zullen we dat maar eens gaan doen dan? Want ik heb hier een weegschaal en die cijfertjes zijn waarschijnlijk te klein voor de camera. Ja. We zetten 1 erin. 1576 gram staat hier. En deze?
zout als de Noordzee. Dus ik heb er geen oceaanwater van gemaakt. Dit is Noordzeewater met 25 gram in 1 liter. Maar Harry, wat is daar nou zo interessant aan? ik kan toch ook gewoon in die dode zee gaan liggen. Ja. Maar wij hebben... vertel jij dit? Want ik bedoel, we weten nu dat zeewater zwaarder is. Ja. En dat je als het zoet is, dan kun je er drinkwater van maken. Dan kan de boer er wat mee. Dat had ik al begrepen. En als zoutwater niet. Dus we moeten wel in de gaten houden waar het zoute water blijft. En dan hebben we natuurlijk één mazzel dat het zwaarder is. Dus als je de twee bij elkaar hebt, dan wil die zoute wil gelukkig wel naar beneden toe. En die zoete, die, als die er eentje oplift, heeft hij geen kracht om naar beneden te zakken. Hij blijft eruit. Dat is de manier die een vraag wil stellen. Is dat momenteel zo dat in Zuid-Afrikaanse landen een enorm gebrek aan goed zoet water is? En daar zijn ontziltingsmachines voor. Van zoutwater, brakwater dus goed drinkwater te maken. Staat u daarachter dat systeem? Is dat kwalitatief voldoende? Of is dat toch in het beginstadium? Je kunt overal alles van maken, Marat. Dus je kunt alle stoffen kunnen we uit het water wel halen. Maar het kost energie en de boer zal het niet doen als hij zijn sproeiinstallatie ermee moet vullen. Dus wanneer je in gebieden leeft waar het zoete water erg schaars is en er wel zout water is, en er schijnt ook nog veel zon, dan kun je op zonne-energie vaak al dit soort installaties maken. Het blijft kunstmatig en we hebben het in Friesland gewoon in principe voor ons liggen. En we kunnen iets mee doen, we kunnen er zuinig mee zijn, maar dat kom ik zo op of niet. Ik ga even verder, ik ga even verder met mijn verhaal. Ja, maar ik wil even tussendoor komen. Het is op zich wel een interessante vraag, maar ik wil straks misschien, want hier zitten ook nog mensen van Vitens. En die kunnen misschien straks daar ook nog even een antwoord op geven. Dus als we die vraag ook nog even doorzetten naar de volgende ronde, zou jij wel door mogen. Wij willen even laten zien hoe dat dan ongeveer werkt. Ik ga naar dit enorme bord. Dit is een installatie die is gemaakt door Michiel Bootsma van Wetterskip Friesland. Die had hem helemaal uitgedacht. En toen wilde hij hem ook nog wel mooi maken voor onze uitvoering. En wat het voorstelt is, hier is de Waddenzee. Hier is een waddeneiland. En die zijn verbonden met elkaar door een slang. En de slang stelt het grondwatersysteem voor. Het is gewoon een communicerend vat. Door de bodem, omdat die lek is, staat alles in verbinding met elkaar. We gaan ervan uit dat het water in eerste instantie even helemaal zout is. Want het ligt in de zee en even helemaal zout gemaakt. Maar dan gaat het regenen. En regenwater is zoet, dat weten we. Dan, wat er dan gebeurt, dat valt in de zee. Maar de zeewater van 10 mm zoet water op het zeewater, dat heeft natuurlijk geen invloed. Het wordt helemaal wegverdund. Maar we gaan op het land, dat trekt het de grond in. En het komt van bovenaf. Dus van bovenaf wordt een zoetwaterlensje wordt er op het zoute water gelegd. En in de Waddeneilanden kunnen we dat heel mooi terugvinden. En daar heeft Michiel iets gemaakt, dat hier van boven zoet water komt en... Voor deze proef hebben we dit water groen gemaakt. En het zoete water drinkt de ondergrond. Het is nu ongeveer bij mijn hoofd. Ik weet niet of dat te zien is op die camera, maar het is heel goed te zien. Daar is het te zien. Ik moest rustig knijpen, zijn misschien. Ik hou hier even bij. Ik moet even een beetje tot rust komen, dan kan ik er even wat... praten. Wat we nu zien is, ik weet niet zo goed het bovenin te zien is met die. Want we zien nu dat het zoete water, dat staat hoger dan het zoute water. En het waren condenserende vaten. En we hebben toch altijd geleerd dat condenserende vaten, dan staan de ding toch altijd even hoog. Maar omdat het zoete water lichter is, heb ik hier een hoger kolomwater voor nodig om op deze diepte dezelfde druk te hebben. En hier heb ik gewoon, ik zeg 2 meter zoutwater. En hier heb ik dus 2 meter plus die 2,5% aan zoetwater. Nou, dit is het systeem hoe de mens op een gegeven moment naar de Waddeneilanden ging. Mensen dachten van, nou, we hebben zoetwater, we kunnen drinkwater maken. We hebben boeren die gewoon het water voor hun koeien kunnen
gebruiken. Dus de waddengebieden zijn bewoond. Maar dan gebeurt er iets door het klimaat. Gaat de zeespiegel stijgen. En daar heb ik hier een knop voor. De zeespiegel is gestegen. En dat verandert in principe niks aan het systeem. En denk, maar we zien daar wel wat gebeuren. Want de Waddeneilanden, daar zijn de mensen gaan wonen. En de mensen hebben op hun huizen een kruipruimte. En die kruipruimte, die mag natuurlijk niet onder water komen te staan. En de boeren zeggen, ik wil nog steeds met de trekker op mijn land kunnen. Dus het water moet misschien wel een meter onder het maaiveld blijven. Dus het waterschap, al die mensen zeggen tegen het waterschap, wij willen niet dat jij dat pijl mee aanpast. Wij willen dat je het pijl handhaaft op het niveau van voor de zeespiegelstijging. Want zo kunnen wij er leven. Nou, het waterschap doet dat. Maar dat betekent ook dat het hoogteverschil tussen het zoete en het zoutwater wordt kunstmatig beperkt. Dus we verstoren dit evenwicht. En het zoute water denkt, ho, ik mag naar boven. En dan gaat hij. Hij zit nou hier. Ik had hem net hier. Dus op het moment dat je een beetje zeespiegel stijgt, dat je er niet op reageert, betekent dat je een enorme afname krijgt van je zoetwatervoorraad. En dat is natuurlijk nog niet alles, want we hebben ook gaswinningen, zoutwinningen. Michiel heeft aan alles gedacht. Ik heb hier bodemdaling. Het duurt even, maar dan heb je ook wat. En we zien dus de zoetwatervoorraad verder afnemen. En als die in evenwicht is, dan zul je zien dat die, omdat je dat hoogteverschil daar weggehaald hebt, dat je in feite een situatie gecreëerd hebt waarbij de zoetwatervoorraad, die juist randvoorwaarde was voor het ontstaan van bewoning op de Waddeneilanden, dat we die op deze manier weer teniet doen. Nou, dat is de Waddeneiland, maar we hebben natuurlijk ook het vasteland. En het vasteland speelt allemaal iets anders, omdat het gewoon helemaal niet omcirkeld is door het zoute water. Er komt gewoon water vanuit Drenthe. En nou, daar zijn we ook in geïnteresseerd, want daar zijn ook winningen van Vitens die soms al bedreigd worden door het zoute water. Hoe gaat het nu gebeuren? We hebben gemerkt dat als je daar naar gaat kijken, dat je enorm ver terug moet in de tijd om te begrijpen hoe de situatie gekomen is zoals die nu is. En we gaan terug naar het einde van die laatste ijstijd. Dus op een gegeven moment in de orde van grootte van 5000 jaar. We zien dat daardoor veengronden ontstaan, we zien kleigronden ontstaan. We zien de mens komen. Dus de mens enerzijds maakt die de terpen, maar ook op een gegeven moment de dijkjes eraan vast, zodat het land alleen nog maar door zoetwater geïnfiltreerd gaat worden, dus met name het noordwesten van Friesland. We hebben veengebieden zien ontstaan en weer afgegraven zien worden. Dat is de invloed van de mens. We hebben een drinkwaterwinning hebben gedaan. En daar hebben we een eerste berekening van gemaakt. Een soort oriënterende berekening om te kijken van, hebben we een beetje gevoel voor wat er in Friesland nu speelt. Van hoe de tijden zijn, hoe de factoren zijn die het beïnvloeden. Wat kunnen we daarmee? En daar hebben we een filmpje van gemaakt, waarvan we de resultaten graag met jullie willen delen. Rond de ijstijd was Friesland een kaal en droog zandlandschap, dat van zuidoost naar noordwest een beetje scheef lag. Zo'n 10.000 jaar geleden kwam er een einde aan de laatste ijstijd. Met het opwarmen van de aarde begonnen de ijskappen te smelten. Het gevolg hiervan was een stijging van de zeespiegel. En ook het grondwater kwam omhoog. Er konden weer planten gaan groeien. En als die in een zompig zoetwateromgeving afstierven, werd er veen gevormd. Hierdoor werd het land langzaam opgehoogd. Zo'n 7500 jaar geleden kwam de zee terug in de gebieden die nu bij Noordwest-Friesland horen. Als de zee het land overspoelde, kon het zoute zeewater de grond intrekken en het grondwater verzilten. Als de zee zich bij eb na een overstroming terugtrok, bleef er een laagje klei achter. Al die laagjes bij elkaar vormden de Friese kleigebieden. Vanaf dit moment hebben we geprobeerd de situatie te reconstrueren. We onderscheiden de volgende gebieden: de Waddenzee, de hoge kleigronden, de westelijke veengebieden, de oostelijke veengebieden en de hoge zandgronden.
We hebben een dwarsdoorsnede genomen vanaf Dwingelo in Drenthe tot een paar kilometer in de Waddenzee. Als we kijken naar de diepere bodemlagen, zien we zand, waar het grondwater goed doorheen stroomt, en we zien kleilagen die het water tegenhouden. We gaan ervan uit dat het grondwater onder Friesland tot zo'n 200 meter diep zoet was. Omdat de hoge zandgronden hoger liggen dan de Waddenzee, stroomt het grondwater richting de Waddenzee. We beginnen de berekening rond 5500 voor Christus. De zee is dan gestegen tot 2 meter onder het huidige NAP. Door de overstromingen kan het zoute water van bovenaf de grond intrekken. Maar vooral van onderaf trekt het zoute water het land in. Aan de oostkant van de hoge kleigronden wordt dit zoute water tegengehouden door het water dat vanaf de hoge zandgronden komt. In de loop van duizenden jaren wordt die barrière wel steeds zwakker, omdat de zeespiegel langzaam doorstijgt van 2 meter onder NAP naar de huidige stand van ongeveer NAP. Vanaf het begin van onze jaartelling krijgt de mens steeds meer invloed op het watersysteem. Zo hebben we in de berekening aangenomen dat rond het jaar 1500 de noordelijke kleigronden in één keer bedijkt zijn. Vanaf dat moment komt er geen zeewater meer op het land. Net als in het oosten wordt het grondwater van bovenaf gevoed met zoet regenwater. Heel snel gaat die verzoeting niet. In 1650 is er nog weinig veranderd. Omdat de mens het veen gebruikt als brandstof, werd het maaiveld steeds verder afgegraven. Doordat het maaiveld lager wordt, wordt het grondwater vanaf het zuidoosten nu door de oostelijke veenpolders afgevangen. De barrière die eerst bij de hoge kleigronden lag, verschuift naar de oostelijke veengebieden. Het front in de grond kan zich verder landinwaarts verplaatsen. Al gaat dat heel langzaam. Omdat niemand dat in de ondergrond opmerkt, gaan de mensen gewoon door met veenafgraven en pijlverlagingen. We zien nu ook al dat er door een gat in de diepe kleilaag vanuit de diepte wat zout water omhoog komt. Ook op de hoge kleigronden wordt het pijl verlaagd, waardoor bij de kust weer nieuw zout water via het grondwater wordt aangetrokken. In de berekening laten we in 1960 een drinkwaterwinning starten, vlak bij het gat in de kleilaag. Ondanks de verdringing van zoet water lijken de veranderingen tot zover nog niet voor heel veel problemen te zorgen. Maar hoe zal dit in de toekomst zijn? Wat als uiteindelijk al het veen verdwenen is en de zeespiegel verder stijgt? Hoe gaat dat dan? Als je maar lang genoeg rekent, komt er wel erg veel zout grondwater onder Friesland. We moeten ons daarom afvragen of we deze processen niet te veel versnellen en of we moeten ingrijpen. Het leert ons dat we in ieder geval voorzichtig moeten zijn. En misschien kunnen we nog dingen verzinnen om het zoute water tegen te houden. Provincie Friesland, Wetterskip Friesland en Vitens gaan hier de komende tijd nog verder mee aan de slag. Verzilting, zout water, die komt er tegen in de klimaatveranderingen, de verhalen die wij er altijd over houden. Pieter Oosterhof, jij bent van Vitens. En wat kan Vitens nog doen aan al dat zout? Er zijn heel veel geohydrologen vandaag aanwezig, denk ik ook. En eigenlijk is er vandaag al heel veel gras voor mijn voeten weggemaaid. Dus ik kan alleen nog een beetje aanvullen, denk ik. Want ik denk dat jullie, dus komen een beetje het eind van de middag al heel veel weten over grondwater nu, na zo'n middag. En toch ga ik proberen nog iets extra's te vertellen. Ik ga iets vertellen over verzilting, waar wij mee te maken krijgen als waterbedrijf. Maar natuurlijk ook hoe wij het water uit de grond halen. En die twee die hebben met elkaar te maken. Daar wil ik iets over vertellen. Vandaag hebben we heel veel over Friesland gezien. Ik heb hier toch even een plaatje van heel Nederland. Er kwamen straks al vragen over van hebben andere gebieden in Nederland op te maken met zoutwater. Wat je hier ziet is eigenlijk de diepte tot het zoute grondwater. En hoe roder het is, hoe dichter het zoute grondwater aan maaiveld staat. En dan zie je dat in Zeeland is ook rood. Zeeland is heel rood. West-Nederland zie je ook dat het behoorlijk rood en oranje is. En ook Friesland en Groningen, ook aan de kust, zie je heel veel oranje-rood. Maar je ziet ook in Zuid-Friesland dat het nog heel blauw is. En daar is het grondwater tot al 200 meter gewoon heel zoet nog. Als je dan
Toch hebben we Friesland die teruggaat. Dan zie je eigenlijk de blauwe lijn. Dat is een beetje, die is vandaag al eerder laten zien. Het grensvlak tussen het zoute en het zoete, of het brakke en het zoete water. En in dit plaatje zie je ook de pompstations of de waterweergebieden van Vitens liggen. En je ziet al dat ze eigenlijk allemaal in het zuiden geconcentreerd liggen. En Oudegast, Spannenburg, Oldolbaden, de Wisgaard liggen in heel zoet water. En dan zie je in het midden en in het noorden, zie je Riep en Noordburgen liggen. En die zitten al aardig dichter in de buurt van dat grensvlak van zoet en zout. Hoe halen we dat nou uit de grond, dat water? Straks liet al zien dat het ook met een schep kon. Wij zitten toch wat iets dieper. Als je bij ons een willekeurig waterweergebied ingaat, dan zie je eigenlijk een betonnen kelder of je ziet een putdeksel. En niet veel meer dan dat. Onder die deksel zit al eigenlijk een heel stukje techniek. Wij boren een gat tot meestal wel 100 meter diepte. Dat is een open gaatje van ongeveer 60 centimeter in doorsnee en tot 100 meter diep. Dat is een open boorgat en in dat gat plaatsen wij een filterbuis, meestal tussen de 60 en de 80 meter diepte. En om die filterbuis storten wij heel fijn grind. En als het klaar is, dan vullen we eigenlijk dat boorgat er heel netjes op, hoe het er ongeveer uitzag. Dus komen we een klein laagje tegen, dan wordt heel netjes weer met zwelklei dichtgemaakt, zodat je geen kortsluitstroming krijgt naar je put toe. Daar hangen wij een pomp in, en die hangt meestal niet zo heel ver, een meter of 20 diep hangt die. En als we dan gaan pompen, dan stroomt het water door de grond, door je filterbuis, naar boven naar je pomp. En dan gaat het naar onze productiestation, of onze zuivering, waar wij het water, drinkwater van maken. Die knikkers die waren wel heel erg illustrerend. Ik denk, hoe moet ik dat nou vertellen? Ik zat eigenlijk te denken aan metselzand. Dat is eigenlijk waar het de meeste op lijkt als je dieper onder de grond kijkt en waar wij ons water winnen. Metselzand, minder dan een millimeter, maar toch heel grof zand. Dan wil ik het toch over Noordbergen hebben. Noordbergen is toch het noordelijkste puttenveld op een vaste land wat we hebben. Als je in Noordbergen, waar we twee puttenvelden hebben, en momenteel echt actief nog uit het Ritske Bos, het zuidelijke puttenveld, waterpompen. Als je daar een gat boort, dan kom je eigenlijk eerst de zwarte grond tegen die iedereen kent. Als je hier thuis bent, dan zie je ook zwarte grond. Vrij snel daarna kom je in Noordbergen op Keilem uit. Keilem is toch een redelijk slecht doorlatende laag, daar stroomt het water niet zo makkelijk doorheen. En dan vind je al meer andere kleilagen, maar vooral ook veel zand. En dan zie je in dit klaartje onderin ongeveer 150 meter diepte. Dat noemen we de tegelklei, dat is een 10 meter dikke kleilaag. Als je dit figuurtje verder ook nog ziet, dan zie je eigenlijk ingetekend tot 135 meter is het gewoon hartstikke zoet, zoet water. En vanaf 135 meter tot die kleilaag begint oranje gekleurd om dat duidelijk te maken. Nou, ik durf het niet zout te noemen, eigenlijk is het brak. Dat heeft ongeveer iets minder dan 2 milligram zout in zich. De drinkwaterkwaliteit is 150 milligram, dus dat is heel erg klein. Of heel weinig. Maar het is nog veel minder dan zeewater. Maar daar zit dus wel in Nederland wel tot 25 gram zout in. Als je dan zo'n put die ik net uitgelegd heb in Noordbergen in de grond maakt, dan maken we dat gaatje en dan zetten we die filterbuizen tussen de 60 en de 80 meter. Dan gaan we dat pompen, dan zitten we helemaal in dat zoete water. Dan pompen we mooi zoet water op. Dat dachten we altijd. Vroeger is er vrij veel gepompt, maar als je dan gaat pompen aan zo'n, uit zo'n pompput, dan gaat het water naar je put toe stromen. En niet alleen van de zijkanten, maar ook een klein beetje van onder. Van onder die put, dan gaat het uiteindelijk ook in die put en dan pompen we dat op. Ja, en dan zie je het wel, dan krijg je dus ook een klein beetje zout water mee. Noemen we upkoning met een moeilijk woord. Ik heb al heel veel geleerd vandaag, dus daar kan er ook nog leuk bij. Je trekt een klein beetje, of je gaat mengwater optrekken. Dus zout en zoet grondwater. En dat gaat naar het productiestation. En dat is maar heel weinig, maar we mogen ook maar heel weinig in ons drinkwater hebben. Dus op een gegeven moment krijg je wel een probleem dan. En met die traditionele pompputten kunnen we dat eigenlijk niet oplossen, zou je het moeten zuiveren. Er was er straks een meneer die vroeg al van, kunnen we de ontziltingstechniek zuiveren? Dat kan wel. Daar hebben we ook wel proeven mee gedaan, we gaan met ontwikkelingen mee. Maar het blijkt nog wel dat het wel heel veel energie kost. Want je moet het door die membranen, dus ontziltingstechniek, moet je de pijpen sturen en heel veel druk en energie inzetten om er goed water van te maken. Wat hebben we als oplossing bedacht? Dat noemen we de Freshkeep. Dat is niet een traditionele pompput, maar is een pompput die twee onttrekkingsfilters heeft. Dus we hebben het gaatje gewoon dieper geboord en we hebben gewoon gelijk ook het brakke water aangeboord. We hebben daar ook een stukje filterbuis in gezet.
Die twee hebben we fysiek van elkaar gescheiden en daar zetten we twee pompen op, of twee pompen. En dan pompen we dus een klein beetje bruikwater op en zoet water. Het mooie is dat zoete water, dat blijft gewoon heel zoet. We maken mooi drinkwater van voor Friesland. En het brakke water, dat is ongeveer in deze put 10 kuub per uur en 70 kuub zoet water. Ja, daar moet je ook wat mee natuurlijk. We mogen dat zout water niet zomaar in de sloot lozen, want dan verbrengen we het probleem naar boven toe, naar de sloot. Dus dat is ook niet de bedoeling. Dus die freskeeperput die hadden we getest. En daar hebben we nieuw inzicht ingekregen. Als we het gaatje nou nog een beetje dieper boren en nog een derde stukje filterbuis erin maken. En die scheid je ook even van die andere twee filterbuizen. Dan kun je dat zoute water, een klein beetje, wat je oppompt, kun je weer terugsturen tot onder die kleilaag. Dus onder die kleilaag die zijn we nog ingeboord. Die hebben we heel netjes een zwelklei weer dichtgemaakt. Dus dat gaat weer helemaal dicht zitten. En dat water gaat eigenlijk naar boven en gaat dan via die buis weer naar beneden. Tot onder die kleilaag. En op deze manier kun je eigenlijk in het noordelijke puttenveld van Burgen toch weer water winnen. Niet ongebruikelijk. Je kan niet zeggen van dit is de oplossing. Maar het is wel een oplossing. En hier kunnen we toch wel redelijk goed mee uit de voeten. En zo kunnen we toch weer een beetje water winnen. Nou, ik heb het geprobeerd heel schematisch voor jullie te maken. Dus ik hoop dat jullie dit, ik denk dat dit wel begrijpbaar is. En dan zie je hier nog een plaatje van hoe die put redelijkheid uitziet. Je ziet linksonder de boorinstallatie hoe dat gat geboord hebben. Dat gat is ook ongeveer 200 meter diep geworden. Je ziet daar linksboven de putkopconstructie. En rechts zie je eigenlijk hoe de bouwtekening van de put, hoe de leidingen door de put heen lopen om dit voor elkaar te krijgen. Nou, er zit heel veel meter- en sensortechniek in, zodat die braakwaterpomp gewoon geautomatiseerd aangestuurd wordt op basis van zijn eigen metingen. Controleren dat natuurlijk wel met veel metingen, maar dat is eigenlijk een volautomatisch proces wat daarin zit. Nou, het leuke daarvan is eigenlijk, Nederland staat bekend met heel veel ontwikkeling in de watertechniek, in de bagger en de dijkenbouw, maar ook dus in deze waterwindtechniek of het beheersen van grondwater. Zie je dat daar ook in het buitenland wel veel vraag naar is. En in Nederland hebben ze een Europese subsidie gekregen en werken we samen met Grieken, Denen en Duitsers. Om deze techniek, en ook andere technieken die in Nederland ontwikkeld zijn, dus opslag van zoet water in de ondergrond, eigenlijk te exporteren naar het buitenland. Dat doet Vitens niet, maar we zijn wel een referentieproject hierin om aan te tonen dat het kan en dat wij hier heel veel kennis hebben en dat we dus ook echt gebruiken op grote schaal. Want wij poetsen met zoet,
Dan hebben we een theekransje achteraan. Ja, dat dacht ik al. Mensen, we gaan nog niet naar huis. Er is nog gelegenheid om vragen te stellen, want we hebben daar een vraag doorgezet. We gaan even met de microfoon door de zaal. Mensen, even de volgende vraag stellen. In hoeverre heeft grondkwaliteit, waterkwaliteit te maken met financiële economische belangen? Een voorbeeld, ik ben vorige week door Duitsland gereden. Kom je bij Limburg, aan de overkant heb je een Noord-Rijs-Westfalen met die geweldig grote bruinkoolgroeven. Dan blijkt dat die groeven 200-300 meter diep zijn. Van steeds verder uitgegraven, de boeren, de landbouwers in Limburg hebben daar directe last van. Hoe kunnen dus deze belangen worden behartigd? Ik wil er graag een antwoord op. Ja, moet even kijken wie van jullie gaat geen antwoord op geven, want het gaat om de commerciële belangen van het grondwater. Dat bedrijven dat grondwater gebruiken en dat de boeren dan niks meer kunnen. Ja, ik geef antwoord. Harry, jij? Ik wil wel even antwoord geven. Van, het gebeurt natuurlijk heel veel. Ten eerste, soms weten we niet eens dat we het grondwater op deze manier gebruiken en opmaken. En onthouden aan alle toekomstige generaties. Want dat is in feite wat we aan het doen zijn. En, dus het begint ten eerste ermee dat je alle mensen, zoals vanmiddag hier zijn begonnen, gewoon uit te leggen van jongens, het hele systeem zit zo in elkaar. En dat wat ik hier doe, dat heeft misschien over kilometers afstand effect. En de effecten die we hebben, die kunnen we, wat we nu in 10 jaar opmaken, hebben we misschien over 200 of zoals in het filmpje, over 1000 jaar nog last van. En dat zijn dan de keuzes die wij nu maken. Nou, ten eerste begint het dus mee om die keuzes in beeld te brengen. Hoe belangrijk vinden wij het grondwater om het op deze manier zo in stand te houden? Of zeggen we van ja, over 1000 jaar, dan kunnen ze wel voor alles bijzonder hebben, dan ga ik geen rekening meer hebben. 1000 jaar geleden hadden ze ook geen rekening met mij. Dus dat zijn allemaal eens discussies, politieke keuzes die gemaakt moeten worden. Hoe belangrijk vinden we het? Hoe goed gaan wij het grondwater beschermen? Het is een economische poot, het is makkelijk stof voor de economie te kiezen. Daar hebben wij nu baat van. En, ik ben erg benieuwd naar de discussies die zelfs die gevoerd gaan worden in het kader van een grondwatervisie. Dat snap ik, Jari, maar ik heb nog geen concreet antwoord. Het gaat erom van, als je merk je als commerciële partij gebruik maken van de grondwater, zoals daar in Duitsland. Ja, daar gaat het om. En dan moet die meneer zegt, ja, wat doen we daaraan? Nou, daar niks aan. Daar is Nederland machtig en machteloos. Meneer omschrijft het precies zoals het is. Oké, Nederland is machteloos. Ja, morgen is toevallig de deelstaatverkiezingen, dus daar wordt zeker rekening mee gehouden. Ik kan het even van Limburg toch naar de Friese situatie brengen. Limburg lijkt een beetje ver van ons bed, maar zijn er nou ook van vergelijkbare processen hier in Friesland aan de gang? En die zijn er. Dat is bijvoorbeeld met de zuivelreuzen, noem ik nou maar even, in de buurt van Heerenveen, waar een aardige hoeveelheid grondwater opgepompt wordt om daar allerlei toepassingen mee te doen in de zuivelindustrie. Er zijn alternatieven voor. Soms zijn dat laagwaardige toepassingen, zoals ze dat dan noemen, maar er wordt dan hoogwaardige kwalitatief grondwater voor gebruikt. Dus in dat soort keuzes kun je inderdaad zien dat ook daarin dat dilemma speelt. Voor het overige, u kunt nu wel hopen op een antwoord, maar is denk ik het antwoord wat Harry gaf in ieder geval ook een antwoord. Namelijk dat zijn keuzes en dilemma's waar de politiek de komende 2 jaar ook richting in gaat bepalen. Dus het is nu wel actueel, maar nog niet van die omvang als de bruinkoolwinningen. Het is er en daarin zijn ook nog keuzes te maken, maar zeg maar nog wat omvangrijkere verhalen en zeker op de langere termijn, dat is een kwestie waar het verantwoordelijk gezag, en dat is in deze de provincie in eerste instantie, voor aan de lat staat in het kader van de omgevingswet. Ik had een vraag over het beleid van de provincie en ook over het waterschap. Wie gaan we dat even vragen? Het provincie waterschap? Het bestuurslid van het waterschap misschien. Dat is wel interessant voor de persoon. Ja? Want ik heb meegekregen dat het beleid er nog niet echt bepaald is of we naar een meer robuust systeem moeten of dat we het een meetbaar. Robuuste systeem, wat bedoel je daarmee? Dat het heel kostbaar wordt om
te blijven doorspoelen voor Friesland, doordat de zout water omhoog komt. Okay. En dat het waterschap, maar misschien ook in de provincie, voor een keuze staat wat we gaan doen. Gaan we minder kosten aan kunstwerken en et cetera behouden, of gaan we meer een robuust systeem kiezen? Maar wat denkt u daarover? Nou, op zich zou ik daar een heel lang antwoord op kunnen dichten, maar dat zal ik niet doen. Ik zal proberen daar kort op te reageren. Om verzilting die we aan de kuststrook hebben, om die eigenlijk de gevolgen daarvan teniet te doen, doen wij een heleboel aan doorspoeling. Zeg maar, in de buurt van Lemmer laten wij veel water in. En dat water gaat dan door het systeem en dat gaat naar het noorden. En dan proberen wij veel van dat, laat ik het zeggen, brakke water, dat lozen we weer op de Waddenzee. En er wordt veel water vanuit het IJsselmeer ingelaten om het systeem zoet te houden. We weten, en dat hebben we ook gehoord, dat die verzilting, dat die toeneemt. En daarom zijn we ook proeven aan het doen van hoe kunnen we water wat daar valt, hoe kunnen we dat ook langer vasthouden, hoe kunnen we daar een flens water, zeg maar, in de bodem creëren, dat zeg maar de gewassen, dat die daaruit kunnen putten. We hebben dus een heel fijnmazig systeem, maar dat brengt ook een hele grote inspanning met zich mee. En daarom is ook de benadering binnen het wetenschap naar een robuuster systeem, dat we eigenlijk dat we de kaart wat makkelijker gaan maken. Dus dat er niet zoveel streepjes op staan. Dat is een van de insteek om naar een robuuster systeem. En de zeewaterspiegelstijging? Ja. Nou, zie je, op zich gaat het dubbel op. Als het zeewater, en dat hebben we daar heel mooi kunnen zien. Als de zeewaterspiegel als die stijgt en de grond zou zakken. Dat hebben we dus ook bij de gaswinning en de zoutwinning in de buurt van Harlingen-Vraneker. Daardoor zakt de bodem nog sneller dan op andere plekken. En daardoor zou je wel een versnelde verziltingsproblematiek krijgen. En die moeten we proberen het hoofd te bieden. Aan de meneer? Op die meneer. Aan Harry. Harry. Ja. De meneer van de ijstijd. Ja. Wat mij opviel in die hij komt niet uit de ijstijd hoor. Nee, nou ja, ik weet het nog niet. Wat een interessant verhaal had u, want u zegt van bij de ijstijd was er ook opwarming. Na de ijstijd is de aarde weer opgewarmd, ja. Wat is het verschil van de opwarming toen en de opwarming nu? De oorzaak. Oh, de oorzaak van, ik denk dat, ik weet hem niet. Zal ik hem dan maar op antwoorden? Ja. Ik kan het mij ook. Hij is van de ijstijd, hè. Ik ben van na de ijstijd. Als we het hebben over de opwarming, als je kijkt naar de geschiedenis van de aarde, daar heeft een meteoroloog heeft daar een goed onderzoek naar gedaan. Ik heb een ijstijd gehad, kleine ijstijd, opwarming, minder opwarming. En ik kom nu heel veel mensen tegen die zeggen, maar die opwarming die heb ik vroeger ook al gehad. Want wij hebben een ijstijd gehad, daarna is het opgewarmd. We willen de oorzaken van de klimaatveranderingen toen liggen hoofdzakelijk in zware aardbevingen, zware meteorietinslagen. De aarde heeft de stand ten opzichte van de zon. Als de aarde maar een beetje uit zijn lood komt te staan, een andere stand krijgt ten opzichte van de zon, wordt het klimaat anders. Waar we nu mee zitten, is dat de opwarming heel snel gaat vanaf eind jaren 80 tot en met nu. En daarvan zeggen wij, de oorzaak is luchtvervuiling, is ontbossing, zijn de grote steden, hoe meer grote steden, hoe meer warmteuitstraling. En alles wat we lokaal ingrijpen in de natuur. In poldering, Lauwersmeer, IJsselmeer, gaan we door. Dat is ten invloed. En dat is gewoon aan te tonen dat het gewoon veel warmer wordt. En die opwarming proberen we een beetje tot stand te brengen. Het is meestal met u soort mensen zo dat als we een hele koude periode hebben, dat wil je dan niet horen over opwarming. Ja, want in een koude periode kan het best pas in een opwarming. Als je kijkt, we hebben de vraag nog niet gehad, als je kijkt naar het smelten van de Noordpool. En we zien dat koude water als een soort buffer rond die Noordpool kan komen te liggen in de oceaan. Zou het best kunnen betekenen dat die warme golfstroom verplaatst. En dat wij de koude golfstroom krijgen. Dan krijgen wij koudere winters, krijgen we koude, extreme koude periodes. Maar ook in deze opwarmingsperiode zijn extreem
koude periodes nog altijd mogelijk. Maar gemiddeld wordt het warmer. Dus je komt nog op schaatsen en we krijgen binnen 8 jaar nog 1 of 2 Elfsteden, toch? Ik ben wel benieuwd. We moeten heel zuinig zijn op het drinkwater. Maar met z'n allen spoelen wij nog steeds de toiletten door met kostbaar water. Op wat voor vlak zijn daar ontwikkelingen en zal dat een bijdrage zijn die de moeite waard is? Zou ik dat Vitens vragen? Nou, overal in de landen zijn natuurlijk al ontwikkelingen, nieuwbouwwijken die op hele andere manieren opgezet worden. Om dus minder schoon drinkwater daarvoor te gebruiken. Als je kijkt naar Vitens, ik had een hele zwart-witte discussie. Ik zeg, wij staan in die land om schoon drinkwater te leveren. Dat is een wettelijke taak van ons. Natuurlijk heb je het met dit soort, over dit soort onderwerpen samen met het wetenschap, met andere partijen, van wat moet je daar nou aan doen. Maar primair zeggen wij van, hey, wij staan niet aan de lat om grijs drinkwater bijvoorbeeld te stimuleren of te leveren. Mede ook omdat wij in het verleden zijn er ook wel eens dingen fout gegaan door gescheiden systemen aan te leggen. Waardoor bijvoorbeeld dan ineens grijs water uit de kraan komt, waardoor mensen ziek worden. Dus ik zeg het wat negatief. Het is niet zo dat wij daar dat die ontwikkelingen dat we er tegen zijn, alleen wij staan er niet voor aan de lat. Maar die ontwikkelingen zijn in de landen overal gaande natuurlijk. Je moet er iets mee. Een hele korte uitnodiging. Kom eens naar het kantoor van het Wetenschap. En ga daar eens naar het toilet. Wij hebben met de verbouwing van het nieuwe kantoorconcept hebben we een andere toiletspoeling dan het drinkwaterkwaliteit wat Vitens ons anders zou leveren. En het werkt perfect. Ik kan met die toilet in het kantoor van het Wetenschap. Kan u er iets meer over zeggen? Maar hoe doen jullie dat? Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Het hemelwater dat vangen wij op en dat wordt onder in een reservoir. En we benutten het zeg maar, om de toiletten mee te reinigen. Een regenton. Ja. Eigenlijk een regenton. Van onder het gebouw. En dat is het. En dus kom ik weer omhoog kijken, want ik zorg voor het regenwater. Mensen, er is nog één ding. Ik moet nog even op de simmer. Dus laat ik het zo stellen, ik verwacht een echt warme zomer. Als het zomer wordt, wanneer als het. Nee, laat dit zo. Ik zal het even net neerzetten. Juni is natuurlijk een maand die de laatste jaren, die trend zal wel blijven, eigenlijk wat dan een wisselvallige kans zal zijn. Maar deze keer niet te koud, maar gewoon normaal of iets te warm. Juli, augustus worden echt warm. En we krijgen nog meer dan in het verleden, vorig jaar, zware buien. We zijn tot nog toe in het noorden de dans aardig gestopt. Maar we moeten ermee leren leven. Ik heb dit jaar een lezing gehouden in Roermond. Dat ging over de zware buien van afgelopen jaar. Nou, met die hele grote handstijden. En je weet niet wat je overkomt. Want je komt 's ochtends vanaf je uit bed. Je gaat de weerkaart ophalen. Je gaat kijken wat er allemaal gebeurt. En je ziet hagelstenen van 6 tot 8 centimeter doorsnee staan. En dan denk ik, waar moeten die vallen? En dan vallen ze ook nog. Maar hoe komt dat dan? Nou, dat zijn processen. We moeten zo stappen. Dat zijn processen dat. Opwarming van de aarde zullen buien een groter volume krijgen, hoger in de lucht terechtkomen, nu boven de 10 kilometer voorheen, tot aan de 10 kilometer. Dat betekent nu nog grotere temperatuurverschillen, alles zijn er meer en de donder op een gegeven moment gewoon hagelstenen van 8 centimeter naar beneden. En die mensen daar hebben heel veel schade gehad, en die schade zullen steeds vaker voorkomen. En de waterschappen zullen, en dat doen ze al keurig, zijn mee bezig om dit soort extremen ook op te vangen als het op grote hoeveelheden water gaat. Maar de zomer wordt warm, je hebt wel een flink aantal zware buien die ook van het noorden. Maar we gaan wel lang buiten zitten, dat is ook weer mooi. En jullie hartelijk dank. We hebben de mensen van Vitens gehad, van de provincie, van het waterschap. Wat willen we nog meer? Allemaal houden in één middag. En ik ben er nog goed weer. En ik heb gezorgd dat er regen kwam. En dat is heel belangrijk. Zonder regen geen grondwater, zonder grondwater kunnen we niet blijven. Dat is de boodschap. Mensen, wel thuis, bedankt. De mensen die hebben meegewerkt om even om hier hun verhaal te vertellen, krijgen allemaal nog een bloemetje, want we zo meteen hebben. Ga lekker een bakje koffie nemen of doe wat. En
misschien toch de volgende keer over een ander onderwerp. Dank.